Welkom. Welkom allemaal. We hebben een vol programma, een mooi programma. En ik zie dat de zaal ook werkelijk bomvol is, as usual. Maar dat doet mij natuurlijk altijd weer verschrikkelijk deugd. Ik wil eventjes vragen aan jullie stellen. Ik weet dat jullie, anders kwam je hier niet, de verkiezingen behoorlijk volgen. Nu heb ik een vraag aan jullie. Wie vindt het terecht dat er een soort goudkoord is in Den Haag en dat er nu met miljarden wordt gestrooid? Wie vindt dat een prima idee? Meneer Dijsselbloem? Niemand dus. En het kan ook nog zijn omdat een Achterhoeker is een spaarder. Heeft het daarmee te maken? Nee? Oké. We gaan er straks over praten, of het verstandig is ja of nee om met de miljarden te spreken. En dat doe ik ik moet eventjes niet vergeten. Wie hierover wil twitteren, wat jullie nooit doen. Maar toch, stel je voor dat er een keer iemand in de zaal zit. De hashtag is Pocapiment. Eén woord met een C, Pocapiment. En het wachtwoord is Theater van het Jaar. Want mensen, als het iemand ontgaan is, jullie zitten weer voor de zoveelste keer in Theater van het Jaar Amphion. En zoals gebruikelijk heb ik nu ook weer een fantastische co-host gevonden. BNR is hier in de Achterhoek een beetje lastig ontvangen. Maar zo gauw u voorbij Arnhem bent en u zit de autoradio aan. Hoort u? 'S Middags, het einde van de middag, iedere dag spitsuur van Petra Grijzen. Oké, Petra. Wat is jouw nieuwtje van de week? Nou, nieuwtje van de week, ik kan natuurlijk Trump nemen, want die is... Elke dag wel nieuws, want we hebben ook, geloof ik, weer een Zweedse aanslag. Aanslag. Dat was een houten eland waar iemand mee copuleerde, ja. Goed. Serieus? Dat heb ik dan weer gemist met BNR. Maar goed, laat ik iets nemen wat ook voor de kiezers relevant is natuurlijk. Want de CPB-cijfers zijn geweest, nou je refereerde er al naar. En dan, dat is echt... spin voor de partijen. De een is de banenkampioen en de ander kan zich op de borst kloppen. Ze waren allemaal fantastisch. Milieukampioen en wij zijn juist heel nuchter. Maar wij hadden laatst deze week een arbeidseconoom in de uitzending. Sommige mensen die zullen het misschien wel weten, maar ik denk dat het toch goed is om dat even in je achterhoofd te houden als al die spinnerij over je heen komt. Deze voorspellingen zijn voor over 10 jaar, mensen. Dus... dan is Trump misschien alweer weg. Of hij zit... Hopen we. Tenminste, voor de tweede termijn net afscheid genomen. De wereld is dan compleet anders. En het is natuurlijk, mensen, de partijen moeten een keuze maken. En die moeten ze verantwoord maken. Dus daarom denk ik ook wel dat die cijfers waarde hebben. Maar hou dat even in je achterhoofd. Alles is relatief in het leven, Petra. Ga lekker zitten. Dank je. Goed. De minister van Financiën, voorzitter van de Eurogroep. En ook PvdA-campaigner nu. Jeroen Dijsselbloem, graag aan tafel. Welkom. Hij is hier al eerder geweest, dus jullie kennen hem vast wel. Maar ik vind het geweldig dat hij weer mijn gast wil zijn. De baas van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters. En u kent hem allemaal van Er komt een vrouw bij de dokter. En hij heeft er een aantal jaren over gedaan. Maar heeft toch weer een werkelijk ongelooflijk leuk boek geschreven. DJ. En de schrijver ervan is hier Kluun. Welkom. Goed mensen, om even de sfeer lekker los te maken. Voor zover het nodig was. Even een klein rondje beginvragen. Meneer Dijsselbloem, u zit hier als PvdA-campaigner, minister van Financiën of voorzitter van de Eurogroep. Welke pet heeft u nu op? Ik ben alle drie. Dat is echt niet te scheiden. Gaat het wel goed met u? Ik heb nog meer functies, ga ik maar niet vertellen. Gaat goed. Is nog steeds te doen. Ja. Je kunt hier ook als mens zitten. Dat kan ook. Dat doen we wel straks met Het zat niet bij de keuze op zich. Kim, jouw Sociaal Cultureel Planbureau heeft voor de afgelopen week een heel belangrijk rapport met keuzes voor het nieuwe kabinet. Ik heb ze allemaal gelezen. Heel interessant. Wat vond jij de belangrijkste keuze in jullie eigen rapport?
Dat is een belangrijke. Ik denk dat wat wij eigenlijk toch wel het belangrijkste vraagstuk wat we aangeven is denk ik de integratie van minderheden in ons land. Hoewel, het is heel moeilijk om er een rangorde in aan te brengen, maar ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen zich zorgen om maken. Arbeidsmarktpositie aan de ene kant van de groep Turkse Marokkaanse Nederlanders die achterblijft. Aan de andere kant de criminaliteitscijfers die bijvoorbeeld onder Marokkaanse jongens heel hoog zijn. Dat vraagstuk, hoe je daar nou goede oplossingen voor bedenkt, dat zou ik denk als eerste noemen. Ja. Moet ik even helpen, we gaan het straks over hebben. Jullie hebben ook over het thema afbakening gehad. Hè? Wat nu in één keer ontzettend opvlamt in alle landen. Dat mensen heel erg behoefte hebben aan afbakening van hun eigen terrein. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk gezien dat er zoveel vragen zijn rond veiligheid, rond zekerheid, identiteit. Wie zijn we nou eigenlijk? Dat je werk, inkomen, gezondheidszorg, dat is allemaal ontzettend belangrijk. Maar mensen maken zich ook heel erg druk over de vraag, in wat voor land leven we nu eigenlijk? Waar gaan we naartoe? En kun je hier nog zijn wie je bent. En dan, dan zoeken mensen dat ook weer dicht bij huis. Ja, geborgenheid. Geborgenheid, ja. Maar oké. Kluun, je bent via Wakker Nederland vanmorgen, Rick Nieman, waar je naast Asscher zat, ben je naar Nijmeegse Boekhandel gegaan. Hoe sta je nu in de bestsellerlijst? Ik zag gisteren in het Parool dat bij Schildhoorn in Amsterdam stond ik op 3. Na twee thrillers. En ja, thrillers, daar kan je gewoon niet over hebben. Dus het begint erop te lijken. Ja, want ik geloof dat Jager van Lars Kepper staat 1. Hè? Ja. En hoe sta je in de rest van het land? Want er is meer in Amsterdam. Ik weet het niet. Ik dacht dat je met een rotgang al op 26 was gekomen. Ja, dat vind ik... Ja, maar dat vind ik, voor mij, rotgang, dat vind ik niet het juiste woord met 26. We hebben last van ambitie, mijn uitgever. Ben je geïnteresseerd in politiek? Jazeker, zeker. Ik verheug me op jouw deelname aan dit gesprek. Maar voordat we eraan gaan beginnen, mensen, even, want volgende week is carnaval, even de stemming komen. Filmpje. In verband met het overlijden van het RTL-debat graag uw aandacht voor het volgende. Eerder vandaag werd het RTL-debat geschrapt omdat sommige lijsttrekkers liever carnaval wilden vieren. RTL heeft besloten om de teleurgestelde kijkers te compenseren met de volgende verzamel-CD. RTL Media presenteert, speciaal voor de carnaval, de beste campagnekrakers. Voor elke carnavalsvierder die zich meer wil verdiepen in de politiek. Met hits van Kees van der Staaij. Waar is dat Keesje? Hier is dat Keesje! En natuurlijk de klaverzangers. Van voor naar achter, van links naar rechts. 14 lijsttracks om mee te feesten. Lodewijk Asscher met... Hey Marcus, veel met jou onder de douche. Met het hartverscheurende. Ik verschopte je foto en het kwam in de krant. De beste campagnekrakers. Verkies Zing maar mee. Martin Bosma met zijn Marokkanen medley. Daar in die kleine moskee aan de haven. Wij vieren feest, dus weg met Marokkanen. Want ze gaan er vandoor met onze baren. En natuurlijk het muzikale tegengeluid van Denk. Achterkamertjes Polonaise met Lilianne Ploemen. Weet je wat ik wel zo willen zijn? Oh, bloemetjes gordijn. Bloemetjes gordijn. En? Jan Dijkgraaf is een stemkast in het leven van geen je dag met Marianne Thieme met Er staat een paard in een veel te kleine gang. Of de Geertvogels met hun loflied. Jerry Baudet met... Kunnen we met de PVV samen gaan? De beste campagnekrakers. Bestel nog deze kabinetsperiode en ontvang de bonus tracks van je favoriete politiek verslaggevers. Ik ben niet stuk. Het was aan de Costa del Sol, Ferry Mingeling. De beste campagnekrakers. Volgende week in de winkel, maar nu al af. Je wil nu nog serieus gaan. Hij is geweldig, hij is geweldig. Het is altijd zo dankbare bron om uit te putten. Je hebt nog een duur bak, vanavond is hij er weer. Goed, we gaan aan het gesprek beginnen. We hadden het net al over de miljarden. Daar komen we zeker nog op. Maar er is deze week ook nog iets bijzonders gebeurd. Want meneer Dijsselbloem, u bent in de aanval gegaan tegen GroenLinks. We hebben daar tweets van. Kan iedereen lezen?
ontwrichtend, zei u zelfs. Ja, kijk... Waar kwam dit vandaan? Nou, er zijn boze bui? Het Centraal Planbureau doet de macro-economische doorrekening. Maar er is ook een PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving... die kijkt naar bijvoorbeeld effecten op duurzaamheid. En dan zie je dat GroenLinks heel goed doet. Dat is natuurlijk niet verrassend. Maar ze doen het zo ongelooflijk goed en zo snel... veel beter dan D66 of Partij van de Arbeid of andere toch ook wel milieuvriendelijke partijen. Dus dat trok mijn aandacht. Dus ben ik gaan kijken, hoe doen ze dat nu? En dan blijkt dat het gewoon heel ruig is. Daarom, ik gebruik dat woord bewust. De omvang en de snelheid waarmee ze willen dat we allemaal duurzaam worden is zo groot dat het enorme gevolgen gaat hebben. Het is maar één voorbeeld te geven. We halen allemaal betalen op onze energierekening een opslag voor duurzame energie. Daar halen we nu 700 miljoen per jaar mee op, elk jaar. En dat loopt op naar 3 miljard. En GroenLinks knalt daar 8 miljard bovenop. En dat is gewoon heel ruig. Dat moeten mensen betalen. Maar verlaagt ook weer de last op arbeid. Maar kijk, nu komt het. Er valt een soort gat tussen het CPB en die milieudoorrekening. Want bij het CPB zie je dan wat het doet in de koopkracht. En in die andere wat het milieueffect is. Alleen deze, die 8 miljard, zit niet in de koopkrachtplaatjes. Die wordt gewoon niet meegenomen door het Centraal Planbureau. En daar zit dus een gat, wat heel groot is, wat veel geld is, wat huishoudens moeten gaan betalen. Dus daar heb ik de vinger bij gelegd. Maar heeft het Centraal Planbureau dan zijn huiswerk niet zo goed gedaan? Of weet u het altijd eigenlijk wel beter? Dat laatste is zeker niet zo. koopkrachtplaatjes die het CPB laat zien zijn voor de komende kabinetsperiode, voor 4 jaar... En die 8 miljard die loopt in de jaren daarna vooral op. Dus GroenLinks heeft het heel slim gedaan. Die hebben een klein deel daarvan maar in de eerste 4 jaar gestopt. En de rest, die hele 8 miljard, direct daarna. Maar dat is dus ook al voor heel ver weg. Ja, maar jongens, dit soort milieuplannen die hebben een lange horizon. Dat is ook terecht. Daarom krijgen ze die goede beoordeling die zij krijgen op het gebied van duurzaamheid. Duurzame energie, die is ook niet over 4 jaar. Ja. De milieudoelen liggen ook verder weg. Maar die 8 miljard moet wel elk jaar worden opgebracht. Maar, ik vind het prima. Ik zou zeggen, ga er dan voor staan. Maar doe niet alsof het niet waar is. Dat is nu de reactie. Okay. Want u zegt, ik vind het prima. Het omdat wel duidelijk is dat het zo met het milieu niet langer door kan gaan. Het is, dat zegt iedere deskundige. Op een paar na die zeggen, het is allemaal onzin. We wisten ook allemaal, dat gaat heel veel geld kosten, die omslag te maken, ja. Toch? Ja, en dus hebben we, in dit kabinet hebben we ook gezegd dat die 700 miljoen per jaar, die moet gaan groeien naar 3 miljard. Maar zij zetten er 8 miljard bovenop. Nogmaals, ik vind het, als je milieu zo belangrijk vindt, dat je in een korte periode al je doelstellingen wil halen, ook doelstellingen die we hebben afgesproken in Parijs in 2050, als je die helemaal naar voren wil halen, prima, dat kan een politieke keuze zijn. Maar dan moet je er wel voor gaan staan en niet Jesse Klaver vanochtend deed, het eigenlijk wegwuiven en zeggen het klopt gewoon niet, punt. Okay. Maar zou je het ook in Europees verband moeten doen of kan Nederland dit alleen? Nee, dit moeten alle landen doen, maar dat mag nooit een excuus zijn om het niet te doen. Hè? Dus die omslag naar duurzaamheid, die moet absoluut gebeuren en dat gaat ook geld kosten. Alleen mijn stelling is, let even op dat we dat allemaal kunnen meemaken en dat het niet zo'n klap wordt. Ja. Maar toch, ik wil iedere keer Jeroen zeggen... Maar toch, meneer Dijsselbloem, dat durf ik niet tegen iemand met 3 petten. Voor u is dat eigenlijk ongekend dat u zo uithaalt. U bent meestal zo een beetje toch met alle eerbied een beetje koele kikker. U krijgt veel aanvallen vanwege de eurogroep. U krijgt van alles te horen naar uw hoofd geslingerd. En dit is zo... Kim, wat vind jij ervan dat de ene partij zo uithaalt naar de andere? Is dat wijs? Zitten we daarop te wachten? Wij zien wel dat Nederlanders zich heel erg druk maken over alle fatsoen. Niet alleen op straat, maar ook in de politieke arena. En mensen hebben niet zoveel met al het gekonkel. Dus of dat dit helpt, weet ik niet. Mag ik me nog even verdedigen? Fatsoen en gekonkel. Wat ik gewoon doe, is ik ben een inhoudelijk politicus. Dat is in de fact-free periode misschien raar, maar ik kijk serieus naar wat plannen, wat partijen voorstellen. En het viel mij gewoon op. Ik zag in de NRC die vergelijking en hoe goed GroenLinks het dan doet op milieu. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dan ga ik gewoon even bladeren. Ja. Wat is dat dan? Dat heeft niks te maken met onfatsoen. Nee. Dat heeft te maken met een serieuze inhoudelijke campagne. En ik neem GroenLinks inderdaad
serieus. Maar ja. Misschien mag ik er nog iets inhoudelijks over zeggen. Want wat wel een punt is, je zei net van nou, daar is iedereen het wel ongeveer over eens. Nou, we hoeven alleen maar naar president Trump te kijken. Dan is dat al niet het geval. En wij zien ook dat onder Nederlanders toch wel heel veel mensen het heel erg ver van het bed vinden. Allerlei milieumaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen. Dus het is ook niet zo dat iedereen nu meteen staat te springen voor maatregelen die daar heel veel extra bovenop doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat überhaupt bij kiezers valt. Ik wil ook nog iets inhoudelijks toevoegen. Valt me wel op. Ik doe een beetje denken aan André Hazes vroeger, die zo'n rijmwoordenboek had. Zo dacht u niet, meneer Meijs op Dijsselbloem, van nou, de VVD heeft het woord gaaf en het woord pleur op. Maar nou gaan we eens kijken. Ja, ik heb er een, ruig. Ruig is echt zo'n woord, dat hoor je niet zo vaak in deze context. Dat is wel een mooi woord. Ik vind het wel mooi. Ja, het kan wel een eigen van de Partij van de Arbeid, ruig. Tegenstanders ruig noemen. Nou ja, kijk, met dit soort forse rekeningen. Kijk, ik heb toegelicht in een uitgebreider stuk met een paar rekenvoorbeelden. Die zijn wel ruig. Ruig, mooi. Maar nu, dat woord ontwrichtend, daar sloeg ik zelf heel erg op aan. Want wat ik meteen erachteraan dacht, ontwrichtend in Nederland. En ik dacht meteen, oh my god, Griekenland. Dat is pas ontwrichtend. Had u dacht u niet toen u liet dat het tikken en wat in Griekenland gebeurt is veel erger? Oh ja, maar ja, dat geldt voor ja, alles. Maar ja, het is wel belangrijk, want het gaat weer mis daar. U zit morgen weer met de Eurogroep, toch? Ik heb morgen Eurogroep, ja. Griekenland is het beeld op dit moment gemengd. Het gaat veel beter. Ze hebben weer economische groei. En, dat komt in de Nederlandse media niet veel door, maar gewoon weer de feiten. Ze hebben economische groei. Maar een heel klein beetje. Zeker. Onder de procent. Zeker, maar als je weet waar ze vandaan komen, dan ben ik blij met economisch herstel. Je ziet dat investeerders weer terugkeren naar Griekenland. Dat mensen het weer aandurven om hun geld op de bank te zetten. Zo diep zit dat daar. En dat is het begin. En dat herstel dat heeft heel veel te maken met vertrouwen. En dat is nog heel precair. Maar dus IMF zegt, meneer Dijsselbloem, IMF zegt dat gaat ze nooit lukken. Die schulden worden alleen maar groter. Daar komen ze niet uit. Waarom houdt u zo ongelooflijk vast aan die schulden moeten terugbetaald worden? Is dat omdat verkiezingstijd is, omdat anders iedereen begint te gillen, ja zeg, ze waren wel onze centen? Of is dat gewoon wat u vindt, dat gaat ooit gebeuren? Heel eerlijk, ik zeg al 4 jaar dat ik vind dat de leningen moeten worden terugbetaald. Maar zoals u weet, de schuldenlast, dat weet iedereen die geld leent, ligt eigenlijk aan 3 dingen. Namelijk het bedrag wat je hebt geleend, wanneer moet je terugbetalen, hoe lang mag je erover doen, en de rente. Die andere 2 zijn we Griekenland enorm in tegemoet gekomen en zo nodig geven we ze nog meer tijd. Maar ik hecht aan het principe dat als landen tussen elkaar lenen, en dat is echt wel niet iets wat ik heb bedacht, wat internationaal gewoon wel geaccepteerd is. Als je van elkaar leent als land, dan betaal je terug. Ook al doe je er heel erg lang over. Daar hebben we er zelfs een club voor, de Club van Parijs. En als je dus in de problemen komt omdat je niet kunt betalen, dan moet je je melden bij de Club van Parijs. Een soort schuldhulpverlening. En dan word je in een traject gezet als land en je zult het terugbetalen. Er zijn nu nog leningen die wij ooit in een ver verleden aan Argentinië hebben betaald, worden nu nog door Argentinië stukje bij beetje aan ons terugbetaald. Cuba hebben we net een akkoord mee gesloten in de Club van Parijs. Er is ooit geld aan geleend, ver voor mijn tijd. Cuba betaalt nu zijn leningen terug aan verschillende landen. Maar wat moeten we dan, maar meneer Dijsselbloem, wat moeten we dan met de opmerkingen van IMF, en die zijn toch niet op hun achterhoofd gevallen, met die echt heel erg stellig zeggen dat gaat Griekenland echt gewoon nooit lukken. Leg je nou meneer die centen zijn voetje. Het IMF zegt eigenlijk iets anders. Zij weten dat wij de rente hebben verlaagd en ze zeggen dat moet je nog vaak verder doen en de looptijden hebben we al verlengd. Maar ze zeggen nog iets anders. Ze zeggen als Griekenland echt weer op de been wil komen, dan moeten ze verder gaan hervormen. Ja, ze hebben dingen gedaan aan hun belastingstelsel, maar het is nog steeds erg scheef. Heel veel groepen betalen geen belasting of ontwijken de belasting. Ze moeten nog steeds dingen doen aan hun pensioenstelsel. Het pensioenstelsel moet zichzelf op de langere termijn natuurlijk betalen. Dat moet rondlopen. Dat is in Griekenland niet zo. Er gaat elk jaar moet heel veel geld vanuit de begroting naar de pensioenfondsen, omdat ze veel te weinig geld hebben. Dus de IMF zegt, je moet dat soort dingen verder aanpassen, anders kan Griekenland niet op eigen benen staan. En daar hebben ze gewoon gelijk in. Dus daar gaat het gesprek morgen ook over deze voorwaarden van het IMF, om Griekenland gewoon op eigen benen te krijgen. Dat gaat het er morgen ook over dat het IMF heeft gezegd, wij trekken ons terug? Nee, hebben ze niet gezegd. Dat, sterker nog, Christine Lagarde, de baas van het IMF, heeft gezegd, wij blijven betrokken bij Griekenland, wij willen meedoen. Maar onze harde voorwaarde is dat het pensioenstelsel en het belastingstelsel op orde wordt gebracht. En stel nou dat het IMF toch zegt van, ja luister eens, we kunnen eigenlijk volgens onze eigen regels
toch niet meer meebetalen aan het terug, hè, aan die lening. Is het dan zo dat Nederland meer moet gaan betalen aan de Grieken? Nee, als ze zich terugtrekken, dus financieel gezien. Het geen probleem... cent meer naar de Grieken. Ja, ik ken vorige keer. Maar ja, niet voor mij. Moeten... Kijk, we zitten nu in het derde programma van Griekenland. Daar is geld voor beschikbaar. Dat gaan ze niet gebruiken en dat is een goed teken. Dus we hebben nu al van dat totale bedrag 20 miljard bespaard... door bijvoorbeeld de banken op een andere manier weer gezond te maken... die veel goedkoper is. Dat scheelt hun weer 20 miljard schuld. Dus het zit op dit moment niet... We willen graag dat het IMF meedoet... maar niet vanwege nog meer geld en nog meer leningen... want dat is het probleem niet. We willen dat het IMF meedoet omdat die verstand hebben van... hoe pak je nou zo'n belastingstelsel en een pensioenstelsel... en al die andere veranderingen die nodig zijn. Hoe doe je dat? Daar zijn zij goed in. Dat doen ze overal ter wereld. Ze zijn ook streng. En daarom willen we ze graag erbij hebben. Okay. Dit was wat mij betreft even aan Griekenland. We gaan afwachten wat morgen allemaal gebeurt daar. Dus in Parijs, hè? Weer die bijeenkomst, of niet? Nee, dat is de club van Parijs. Ja, maar mijn club zit altijd in Brussel. Oh, in Brussel. Oké, okay, dat is niet zo ver weg. Goed, ik wil nog even terug naar deze tweets. Niet de tweets aan zich, maar wat mij eraan opviel. Jesse Klaver zei straks in Buitenhof, en heeft al eerder gezegd ook. Hij zegt, mijn doel is... En ik blijf graag met de PvdA samenwerken, ondanks de kritiek van Dijsselbloem en van Asscher ook vanmorgen. Want ik heb maar één doel en dat is Rutte uit het kabinet houden. En daarom wil ik graag samenwerken. Hoe denkt de PvdA daarover? Rutte uit het kabinet houden? Nou, mijn eerste doel is Wilders uit de regering houden. Mijn ambitie is een zo progressief mogelijk coalitie. Bijvoorbeeld met GroenLinks, met de SP, met het CDA, met D66. Alles wat maar zo dicht mogelijk. En de VVD zit natuurlijk gewoon in het politieke spectrum verder van ons af. Okay. Dus u bent het eigenlijk wel eens met Klaver hierover. We moeten als een progressief kabinet, is er geen ruimte voor Rutte? Ik heb een voorkeur voor een progressief kabinet. Daar zitten we in de peilingen nog niet dichtbij. Dus dan moet er nog wel wat gebeuren. En in een progressief kabinet zit de VVD niet. Dat is absoluut zo. En is het dan handig als je met z'n allen moet samenwerken? Want links zit toch een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Het gaat niet echt heel hard in de peilingen, zeker niet voor de PvdA. Is het dan wel handig om meteen zo'n aanval te openen? Nou kijk, ik vind dat je elkaar serieus moet nemen. Je hoeft toch niet lullig te doen? Nee, maar mensen vinden het blijkbaar vervelend als je zo streng bent. Maar ik ben streng voor iedereen. Behalve voor de PvdA. Jullie gaan 22 miljard uitgeven. Zeker, en die zijn ook netjes gedekt. Daar ben ik ook streng op. U geeft het meeste uit. De PvdA geeft het meeste uit. Meneer Dijsselbloem, heel Nederland hield zoveel van u. En misschien nog wel. Ja. Omdat u zo'n enorm degelijke minister van Financiën bent. Ja. En nu 22 miljard. Tjoept. Ja, maar het wordt wel netjes gedekt. Dus we geven het niet uit niet bestaande middelen. De begroting blijft netjes in evenwicht en de staatsschuld daalt. Dat laatste is overigens wel belangrijk dat we dat blijven doen. Omdat ik weet niet wanneer de volgende crisis komt. En dan wil ik wel graag wat vet op de botten hebben. En die hebben we nog helemaal niet. Dus dat maar is u belangrijk. Heeft al gezien in de zaal, niemand is de voorstander van. Die mensen hier in de zaal denken allemaal... Je moet het dak repareren als de zon schijnt. En dat is nu. Nu schijnt die zon. Jawel, maar Wouke, kijk, jouw vraag was niet helemaal neutraal gesteld. Nee, daar ben ik beroemd om. Die slag is voor heel Duitsland. Vindt u het ook een slecht idee om het geld te verbrassen? Dat was ongeveer de daar vraag. Moet ik er wel in bijvallen. Het was niet helemaal neutraal. En ik was heel blij dat de zaal daar negatief op reageerde. Want geld verbrassen moet je niet doen. Maar als je aan deze zaal vraagt, vindt u dat er extra geld moet worden gestoken in de verpleeghuiszorg? Ja, vindt u dat er extra geld moet, snap je? Is we dat hebben zo? Heel veel, even checken. Heel veel. Ja. Maar meneer Dijsselbloem, dus, de afgelopen 4 jaar is er toch keihard het mes ingezet. En dan moet er nu allemaal geld heen. En u bent daar mede verantwoordelijk voor als PvdA in het afgelopen kabinet. Dat is toch heel moeilijk om dat te verdedigen. Ja, maar ook hier geldt, we moeten precies zijn. Dus de uitgaven voor de zorg zijn gewoon blijven stijgen. Mensen denken dat de zorg enorm op is gesneden. Het enige onderdeel van de zorg waar echt op is bezuinigd is de thuiszorg. Daar kun je van alles van vinden. Maar de thuiszorg was gratis zorg aan huis, wat je inkomen ook was. En daarvan heeft het kabinet gezegd, we moeten echt gaan kijken. Mensen die het zelf kunnen betalen, moeten de thuiszorg ook zelf betalen of daar zelf een bijdrage aan leveren. Maar alle anderen, ook verpleeghuiszorg, is extra geld aan besteed. Alleen de groei was per jaar 4, 5, 6%. Ook in de jaren dat de economie kromp. Dus onze welvaart kromp gewoon in de crisisjaren. En de zorguitgaven bleven doorstijgen. En nu stijgen de zorguitgaven nog steeds. 1, 1,5%. Het mag voor mij zelfs
iets meer zijn, want we hebben nu 2% groei. Als het maar in de buurt blijft van die economische groei, anders is het niet te betalen. Dus dat zijn de keuzes die we maken. Er is nu weer ruimte, dus iedereen die denkt het geld wordt verbrast in Den Haag, dan ga ik het even voor alle partijen opnemen. Er is gewoon de komende jaren ruimte in de begroting. Hoe komt dat? Omdat zelfs als je de begroting in evenwicht houdt, dan ontstaat onder dat evenwicht extra ruimte, omdat de WW-uitgaven verder dalen. Bij deze groei, het geld dat we uitgeven aan uitkeringen daalt. Als we nieuwe zorgakkoorden sluiten, zal de uitgave aan de zorg beheersbaar blijven, zoals ik net zei, 1,5%. En dan ontstaat er ruimte in de begroting. En dat mogen partijen uitgeven en dan laten ze zien wat ze belangrijk vinden. Oké, meneer Kim, ik wil aan jou vragen. Is het Kim. Ja. Ja. Ja, Sinterklaas. Sinterklaas, daar zijn jullie. Ja. Nee, Kim, even aan jou de vraag. Wat vindt het Sociaal-Cultureel Planbureau gewoon er zo van? Is het verstandig, want er kan zomaar weer een crisis komen. Is het verstandig om dit geld nu te verjubelen? Nou, wat wij in ieder geval gezien hebben. We hebben ook al die verkiezingsprogramma's bekeken op hun plannen met de zorg. En wat me wel is opgevallen is dat er eigenlijk niemand is die bijvoorbeeld de plannen terugdraait om de gemeente meer taken in de gezondheidszorg te geven. Dus dat wat het kabinet de afgelopen jaren gedecentraliseerd heeft, om het die term te noemen, dat wordt eigenlijk door geen partij teruggedraaid. Dus dan kun je het natuurlijk nog hebben over de vraag van hoeveel geld wil je de komende jaren aan ouderenzorg besteden. Maar dat systeem, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Dus de waarheid ligt wel een beetje in het midden. Hè? Politici roepen heel hard, maar de plannen worden ook niet teruggedraaid in de verkiezingsprogramma's. Nee, maar dan heb je het alleen over de zorg. Maar overigens wel over eigen risico, eigen betalingen. Daar denken partijen dan weer heel verschillend over. Ja. Maar daar zie je ook echt wel een beeld ontstaan dat een meerderheid van de politieke partijen dat eigen risico zou willen terugdraaien of veranderen. Nou, dat soort dingen zie je wel. Goed, we gaan naar de muziek en daarna gaan we nog even praten over de boze witte man. En over de kloof tussen stad en de periferie. Allemaal een prachtig onderwerp, want u woont ook in de periferie, Wageningen. Zo is het. Oh, okay. Maar geen boze witte man volgens mij. En dit is een prachtig woord op dier. Dus het wordt totaal niet boos. Ik ben een hele blije witte man. Heel blij. Goed, we gaan luisteren naar Erik Krikke en de Silhouet. You have nothing if you need it.
Dankjewel. Goed, we gaan het hebben over de kloof tussen, door iedereen opgeschreven, en wij voelen dat allemaal zo hier in deze regio, tussen de steden, de grote steden, de Randstad, zeg maar, om eens even samen te vatten, en de periferie, de rest van het land. Terwijl in de rest van het land zitten toch de meeste kiezers uiteindelijk, niet waar? Kim, kun jij even voor ons beschrijven, is die kloof ernstig? Wat zijn de nadelen van die kloof? Kun je er iets over zeggen? Nou ja, je ziet dat de trek naar de stad is sterker geworden. Dus veel jonge mensen trekken weg uit gebieden zoals hier richting de stad. En gaan minder snel weer terug dan ze dat vroeger deden. Dus je ziet wel dat de vergrijzing in een aantal gebieden sneller gaat. Wat overigens ook weer heel veel kansen kan bieden voor horeca, voor bedrijven, voor bijvoorbeeld ook deeltijdwerken. Een van de dingen die wij als SCP ook al een aantal keren hebben aangegeven is na te denken over hoe je bijvoorbeeld deeltijdwerk inricht in gebieden waar veel ouderen wonen. Omdat het heel vaak wel mogelijk is om nog wat langer te werken, maar misschien niet fulltime. Dus daar zou het bedrijfsleven ook wat meer op in kunnen spelen. Dus die trek naar de stad die is groter geworden en de verschillen daarmee ook. En je hebt dat natuurlijk in een aantal verkiezingen, ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk met het Brexit referendum, heb je ook gezien dat daarmee ook verschillen in stemgedrag tussen de stad en het platteland optreden. En de mate van vertrouwen. Maar je zag het ook in de Verenigde Staten. Ja, daar zag je het ook. En ja, ik weet niet of we het nu sterker terug zullen zien in Nederland dan bij vorige verkiezingen, maar dat zou me niet verbazen. Dat je wel ziet dat in de steden wat meer toch een hoger opgeleid publiek, mensen die wat betere posities op de arbeidsmarkt innemen, dat die wat anders stemmen dan in sommige gebieden waar gewoon meer zorgen bestaan over is de gezondheidszorg er nog, blijft er hier nog werk bestaan, de verpaupering van de binnensteden wordt daar voldoende aan gedaan. Dus daar, ja, daar is het sentiment toch wat anders dan in de stad. Ja. Alhoewel natuurlijk in de steden bijvoorbeeld de vraagstukken rond integratie van minderheden daar weer groter zijn en je hele grote verschillen ziet tussen wijken in steden. Dus ik doe aan de problemen niets af, die zijn wat verschillend, maar die zijn er in beide. Maar je ziet wel inmiddels een groot verschil in stemgedrag tussen de steden en het platteland. Ja. Ja. Baart dat zorgen met Dijsselbloem? Hebben jullie het daar het kabinet wel eens over? Zeker. Het is overigens een scheiding die inmiddels allerlei dimensies heeft, want de samenleving valt ook uiteen. Zie ik steeds vaker tussen hoog en laag opgeleiden. En die is bijna één op één met een soort politieke scheiding. Dus zeer pro-Europees en heel weinig vertrouwen in Europa. Dat soort dingen vallen allemaal op elkaar. We hebben het kabinet daar vaak over. Ook over Randstad tegen de rest van Nederland. Henk Kamp komt uit het oosten, ik kom uit het oosten. Dus we hebben het daar ook vaak over. Is er eigenlijk wel genoeg aandacht in onze investeringen? In het onderwijsbeleid, in infrastructuur, ook voor de gebieden buiten de Randstad, want de grote steden. Beantwoord die vraag eens, want in de buiten, in de periferie hebben ze allemaal het gevoel, het gaat allemaal naar die Randstad toe. Ja, het is objectief gezien was dat zeker zo, omdat er bijvoorbeeld filebestrijding richtte zich op fileknelpunten. En die zaten zeker tot voor kort grotendeels in de Randstad. Inmiddels zie je ze ook rond Eindhoven, rond Groningen. Dus dan zie je veel meer ook regionaal rond de steden gewoon allerlei fileknooppunten ontstaan. En dus moeten we het geld daar ook heen verleggen. Maar als je bijvoorbeeld wil investeren in moderne infrastructuur, denk aan 5G-netwerken, het uitrollen van ICT als infrastructuur op het hoogste niveau, dan is er geen enkele reden waarom je dat zou moeten concentreren in de steden. Want moderne werkgelegenheid maakt gebruik hiervan en die doet het zich net zo goed voor hier in de Achterhoek, waar bedrijven behoefte hebben aan heel snel internet, dan in andere plaatsen. En dus moeten we ook, als we het hebben over waar zetten we ons infrastructuur geld in, gaan nadenken over moet het allemaal nog wel naar asfalt of zou het veel meer moeten naar glasvezel, moderne glasvezel infrastructuur. En moet het dan naar stedelijke knooppunten of juist breed uitrollen, misschien wel te beginnen in krimpregio's. Waar een enorme behoefte zou zijn aan die infrastructuur voor werkgelegenheidsbouw. Klopt, ja. Want ik zag laatst een reportage dat melkveehouders, voor wie internet buitengewoon belangrijk is, die moest geloof ik 3 kilometer lopen met zijn telefoontje om zijn gegevens in te kunnen voeren. Dat is het Nederland anno 2017. Dat is krankzinnig, is het niet? Ja, maar die werkgelegenheid gaat er dus ook gewoon heel anders uitzien. Veel versnipperder, veel meer. We praten vaak over ZZP'ers als iets als een probleem, maar er zit ook een enorme drijvende kracht achter dat er tegenwoordig veel meer mensen hun eigen bedrijf beginnen. Ook studenten die rechtstreeks van school een eigen bedrijf beginnen. Die zitten allemaal verspreid over het hele land. Ook in kleine gemeentes, ook op het platteland. En die hebben behoefte aan snelle ontsluiting, zodat zij hun zakelijke contacten. Wat gaat de PvdA daaraan doen?
Nou ja, ik heb net het initiatief genomen met Henk Kamp voor het opzetten van een nieuwe investeringsbank. Waar we nu 2,5 miljard insteken. Dat is niet het eindbedrag, maar daarmee beginnen we. Echt om dit type investeringen ook uit te lokken. Dus wij willen dat waar de moderne technologie nieuwe werkgelegenheid kan stimuleren. Ook in de periferie? Ook in de periferie. Heel veel startende bedrijven zitten, interessant genoeg, veel meer verspreid dan de klassieke grote bedrijven. Die toch nog veel rond de steden zitten. En heel veel startende bedrijven hebben gewoon behoefte aan geld. En die gaan naar de bank en de bank zegt, ja, maar je wil alleen maar leningen. Maar heb je ook eigen geld? Is er ook risicodragend vermogen? En dat is vaak een knelpunt. En die nieuwe bank die wij hebben opgericht gaat dus startende bedrijven helpen om risicodragend mee te doen in aanvulling op de bank. En dat is een hele andere manier om naar de economie te kijken. En is het nou zo in het kabinet, want Henk Kamp en jullie komen uit het oosten. Is het dan in de ministerraad ook een beetje zo van, ja, jullie van de grachtengordel, wij weten tenminste hoe het hier leeft. Of is het best een gemixt gezelschap wat dat betreft? Ik weet het eigenlijk niet hoe het nou, het is vooral grachtengordel. Nee, het is heel gemixt gezelschap. Maar vooral Randstad, toch? Zijn jullie een beetje waar de... Waar ze nu wonen, is het natuurlijk vooral Randstad. Want veel woont in Den Haag of Amsterdam, of omgeving. Als je gaat kijken waar mensen vandaan komen, is het al divers. Ja, Lilian Bloemen is gewoon de dochter van de melkboer van Maastricht. En dus die weet nog steeds hoe dat belangrijk... Dat hoor je nog, heel hard verwarmen. Je hoort het nog en je weet... Kluun, jij bent ook zo'n type dat uit Brabant gevlucht is naar die gracht. Je dobbert nu in een gracht. Ja, een hele mooie plek. Ik ben blij dat we nu niet in Brabant zitten. Als je dat zou zeggen, gevlucht uit Brabant. Ik heb ooit een foute opmerking gemaakt dat ik het zo naar mijn zin had in Amsterdam. En toen heeft Omroep Brabant echt een soort petitie hier laten steken. Koop geen boeken voor Kluun, dus... Nee, maar ja, ik moet zeggen, ik woon sinds 91 in Amsterdam. Daarvoor een paar jaar Antwerpen, daarvoor altijd Tilburg-Breda. Ik voel me nog steeds wel Brabander, altijd. Maar ik voel me ook Amsterdammer. En wat ik met Brabant heb is, ja, ik treed ook vaak op in het oosten van het land. En wat ik leuk vind wel, dat doe maar gewoon. Maar wat ik niet leuk vind, dan doe dat al gek genoeg. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding, zowel met Amsterdam als met de provincie waar ik zelf vandaan kom. Ik vind het juist leuk dat je kop boven het maaiveld uit. En dat probeer ik mijn kinderen ook te leren. Van hoe leuk het is dat er diversiteit is en dat er van alles is. Maar wat wel een beetje natuurlijk toch Amsterdam is, Amsterdams. Je moet wel iets bijzonders hebben of heel moois zijn of geld hebben om erbij te horen. En hebben wij nog gelukkig, daar gaan we straks over hebben, maar niet die cultuur van VIP-rooms en guestlist. Dan is Amsterdam nog wel lekker Hollands. Maar ik snap heel goed dat mensen bijvoorbeeld, de hele Zwarte Pietenskussie, dat ze zich kapot ergeren dan wat er in Amsterdam al moeilijk wordt gedaan. En als ik zelf mijn kinderen, die zijn iets te oud voor de Sint, maar van vrienden die hadden jonge kinderen en we gingen de Sint inhalen over de Amstel. En weet je, in Amsterdam is het allemaal al vegen en regenboog. Die kinderen zien het niet eens. En natuurlijk moet het ooit zo. Maar als ik dan een reportage kijk over het Sinterklaascomité in Tilburg, het oudste comité van Nederland, waar mensen met hart en ziel in zitten. En echt zeggen van, ja, natuurlijk snappen we die hele discussie, maar het is niet racistisch. Dan begrijp ik ook die ergernis in de provincie van, ach, alsjeblieft jongens daar in Amsterdam. We houden ons mee bezig. Dus ik snap het duur. Ik zit er zelf ook dubbel in. Oké, maar je hebt wel heel erg naar je zin in Amsterdam, hè? Ik durf het hier te zeggen, ik zou nooit meer terug willen naar Tilburg. Maar alsjeblieft, ga dit niet twitteren, mensen. En ik weet, ik heb jullie gezien hoor, ik kijk uit. We hebben een livestream. Ja, het is goed. Ik zit nu te kijken wie ze twitteren. En achter de camera zit een mensen uit Brabant. Oh, dat is inderdaad goed. Nee, ja, we knippen dit eruit. Ja. Maar het grote voordeel van mensen van onder de rivier is dat ze achteraf vergiffenis vragen. Wel over de rivier moet je overal vooraf toestemming vragen. Dus dan durf je nog. Dan durf ik voor nog eens wat. Ik ga volgende week woensdag weer een hele ochtend vergiffenis vragen voor wat ik de dagen daarvoor allemaal heb gedaan. Kevin, ik wil jou even vragen. Jij volgt dit allemaal al lang. Je hoort nu ook dat de aandacht komt voor de periferie in het kabinet. Omdat iedereen nu wel door Brexit en door Trump wakker is geworden van, jongens, als we zo'n grote groep gaan vergeten, maken we grote brokken. Heeft alle kabinetten hiervoor, hebben ze die periferie niet veel te lang verwaarloosd? Oeh, daar stel je me wel een hele grote vraag. Ik denk wel dat lang is onderschat wat die trek naar de stad precies betekent. En dat er zeg maar ook een samenhang hoort te zitten in de stad en de streek eromheen en de regio's. En als je het over voorzieningen hebt, bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, dat ze bereikbaar moeten blijven voor iedereen. En dat mensen best wel snappen dat je niet in ieder dorp een ziekenhuis kunt hebben, maar dat er dan wel een verbinding moet zijn tussen wat er aan zorg in een ziekenhuis is, in verzorgingshuizen en in de wijk. Nou, en dat, zeg maar, dat inzicht, dat is in de loop der jaren eigenlijk steeds sterker geworden. Dus ja, u hebt het over praktische voorzieningen. Ik bedoel meer het mentale kijken. Het mentale kijken naar toch vooral die steden waar het allemaal zou moeten gebeuren.
Ja, en van nou ja, de rest van het land ergens daar in jouw ooghoek was. Ja, ik vind het goed om te horen wat Jeroen zegt. Alleen, dus je bent het daarmee eens? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik zie alleen wel, ook in de gewoon wereldwijd, een andere beweging. Want je ziet dat toch de trek economisch, maar ook in termen van voorzieningen, steeds sterker naar de steden is. En als je daar iets zeg maar mee wil doen in Nederland, dan moet je het denk ik toch over de regio hebben. Dus ik zou toch zeggen van ja, het volgende kabinet zal heel veel aandacht moeten hebben over hoe steden zich tot hun omgeving verhouden. Dat is volgens mij belangrijk, want de gedachte dat het allemaal weer terug naar dorpen zou kunnen, dat gaat wel heel erg tegen de bewegingen die we wereldwijd zien. Maar wat bedoel je dan mee? Het klinkt echt als een zin uit een rapport. Hoe steden die zich tot de rest verhouden? Nou, ik heb het dan, nou, bijvoorbeeld heel concreet zoals ik het net zeg, bijvoorbeeld de voorziening op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs, daarnet over de ZZP'ers. Kijk, het is allemaal leuk en aardig. Wij zien dat in de regio's veel meer, wat lager opgeleid. Overigens is het vreselijk, die term lager opgeleid. Ik heb het over we vakmensen. Wonen hier ook wel wat hoger opgeleid, hoor. Jawel, nee, maar luister, wat wij zien is dat daar heel veel behoefte aan om- en bijscholing is. Want als het zo is dat die IT en die technologie verder gaan, dan zullen mensen zich ook steeds meer moeten bijscholen en een vak moeten bijhouden. Dat is best wel lastig als je ZZP'er bent en een opleiding hebt genoten en vervolgens je hoofd boven water moet houden. Wat er dan wel moet gebeuren, is dat regionale onderwijsinstellingen met het MKB, met werkgevers, nadenken hoe je het leren op de werkvloer vorm kan geven. Als je dat niet ook in de regio vorm geeft, maar al het onderwijs in steden concentreert, dan heb je een groot probleem, want dan houden precies de ZZP'ers met een wat lagere vakopleiding niet hun hoofd boven het water, die bijvoorbeeld wel in de regio actief zijn. En daar zit wel een zorg waar wij steeds de vinger bij leggen. Is er een oplossing te verzinnen voor, we hebben hier een hele tijd langs onze A18 grote borden gehad, hoogopgeleide ICT'ers gezocht. Er zitten hier, dat weten jullie allemaal, hele innovatieve, prachtige bedrijven. En die kunnen echt vrijwel niet te personeel komen. Hoe kun je dat oplossen? Hebben jullie daar enig idee van? Ik denk dat de aansluiting met hogescholen echt belangrijk is. En dat is hier dus Arnhem en Nijmegen. Daar zul je echt heel nauw mee moeten samenwerken. Dat je ze bij wijze van spreken al van de opleiding afplukt. Ik mag dat niet zeggen, want ik vind dat ze de opleiding moeten afmaken en dan aan het werk moeten. Maar als we in de laatste fase van opleidingen jongeren al naar deze kant toe kunnen trekken, zeggen kom hier stage lopen, kom hier betaald stage lopen, kom hier alvast werken terwijl je je opleiding afmaakt, dan voorkom je dat ze dadelijk klaar worden weggeplukt en naar het westen vertrekken. Je moet ze mooie stages aanbieden. Ik denk dat als je ze echt wil vasthouden, dan zal een stage dus eigenlijk moeten worden gewoon een betaalde bijbaan naast je studie. Ja. Dus pak ze eerder, trek ze eerder geleidelijk naar deze werkgevers toe, want het is een keiharde concurrentieslag. En anders zijn ze echt. Maar kun je op die manier de concurrentie ook winnen? Want je hebt natuurlijk de stad met al zijn aantrekkelijkheden. Daar gebeurt veel als je jong bent. Ik denk dat dat dus zeker kan. En ik denk ook dat wat je beschrijft, dat zelfs de toekomst is. Je ziet nu dat er worden ook regionaal pakten gesloten tussen MKB, onderwijsinstellingen, de overheid. Om juist jongeren te leren tijdens het werk. Juist in vakopleidingen, mbo'ers, is dat heel belangrijk. En als wij het hebben over een leven lang leren, dan is dat nog heel erg sterk een hoger opgeleide discussie. Maar voor deze jongeren betekent dat je veel vaker op de werkvloer leert. En dat je helemaal niet lange periodes op school zit. Dat zal in de toekomst, zal dat hele onderwijssysteem op die manier gaan veranderen. Dus ik denk inderdaad, uitwisseling met stages, af en toe al tijdens je opleiding een periode ook op de werkvloer staan. En dat aanleren dat een leven lang zal moeten gebeuren. Want dat is de realiteit waar we in zitten. Daar kan je zeker de slag mee gaan winnen. Ook al is Amsterdam en Rotterdam en Den Haag zijn het enorme magneten waar die jongeren misschien wel veel meer kunnen verdienen. En ja, hey, zelfs als je er meer kunt verdienen, je kunt er zeker leuker uitgaan. Zelfs dat weet ik niet. Nee. Maar als je er meer kunt verdienen, je moet je realiseren dat de woningmarkt in de echt grote steden op dit moment volstrekt op slot zit. Dat is onbetaalbaar. Dus weet je, laten we dan maar van een slechte situatie een voordeel maken voor andere regio's. Kom hier maar, hier heb je gewoon nog betaalbare, leuke huizen. En als je nog wij hebben zelfs, wij krijgen zelfs een jongerenhotel, mind you. Ja, mensen, het nieuws van de dag. Ja. Waarschijnlijk, ik schat de gemiddelde leeftijd hier niet heel hoog in, maar dat is niet helemaal de doelgroep die hier juicht om jouw opmerkingen. Ga ik de indruk.
Hier zitten ze er meer over in. Mijn huis is niet zoveel meer waard. Ja, klopt, klopt, klopt. Even het fenomeen waar ik zelfs langzamerhand echt helemaal doodmoe van aan het worden ben. Het gezeur over de boze witte man. Krijgt er niet veel te veel aandacht? Ja, die bestaat. Het is ook echt een verkeerde term. Dat werd ook bij de verkiezingen in de Verenigde Staten gezegd. Van het zijn de boze witte mannen die op Trump stemmen. Er is daarna een prachtige analyse gemaakt van wie de kiezers op Donald Trump waren. Dat is veel gevarieerder. Zitten hoog opgeleid, laag opgeleid, man, vrouw, migrantenachtergrond. En dat geldt ook in Nederland voor de stemmers op bijvoorbeeld de PVV. Dus volgens mij is die boze witte man, dat klopt niet helemaal. Dat is een veel breder fenomeen, dat mensen zich onzeker voelen, dat ze zich afvragen wat is mijn huis nog waard, wat is mijn diploma nog waard naar de toekomst. Er zit ook onbehagen bij mensen en daar zoeken ze naar houvast voor de toekomst. En dat is veel breder dan alleen maar bij witte mannen. Ja. Meneer Dersen, moet ik ook even vragen. Er is in de weekendkrant stond een interessant gesprek met een Belgische socioloog, geloof ik dat hij was. Waarin hij exact aantoonde waarom jongeren ook geen vertrouwen meer hebben in die politiek. Maar een heel klein gedeelte van de jongeren vertrouwt politici nog. Omdat ze vinden, ze hebben geen antwoord op onze vragen. En dat zijn hoogopgeleide jongeren die heel links beleid willen. Maar heel rechts denken, bijvoorbeeld qua moslims, islam. En dat die afbakening waar ik het over had, hè. Zij zeggen, politici begrijpen niet, ze durven niet die rivier over te steken. Ze begrijpen niet dat wij onze wereld daarin af willen bakenen. Wij begrijpen niks van islam, we willen er ook niks van weten. Stop daar eens mee. En dat vond ik een heel erg onthullend en mooi gesprek. Hoe praten jullie daar binnen die PvdA over? Want dat is ook iets waar jullie iedere keer mee worstelen, ook volgens mij nog niet het goede antwoord hebben gevonden. Ik wou eerst iets anders zeggen, want ik ga nu al niet weglopen van de vraag, hè? Nee, ik kom zo bij de PvdA, maar interessanter is, het is ook interessant hoe we met binnen de PvdA erover praten. Hoe praten we er met jongeren zelf over? Dus ik ga al 4 jaar lang hogescholen en universiteiten af om gewoon te praten over mijn werk. Maar niet zozeer om te zenden, maar vooral hun vragen te beantwoorden. Ja. En het eerste wat opvalt is dat de animo enorm is. Dus de grootste collegezaal zit gewoon elke keer vol, omdat ze het leuk vinden om over politiek te praten. Ze blijkbaar nog net voldoende vertrouwen hebben om ook iets te willen horen van wat ik daarop te zeggen heb. Ik geef geen speech. Zij stellen de vraag en ik antwoord. En het is superleuk. Dus ik, weet je, deze sombere verhalen, dat ze ook allemaal zijn afgehaakt en geen vertrouwen meer hebben. Het is niet mijn ervaring, maar ik geef toe. N is 1. Het is een kleine steekproef. Mijn ervaring, echt al 4 jaar lang gewoon in die zalen, is politiek leeft en het is hartstikke leuk en spannend en ze stellen alle vragen en ik geef antwoord. Maar gaan ze allemaal naar de PvdA? Nee, heel veel stemmen er op de PVV. Dus hoe gaan jullie dan inderdaad om? Ja, en heel veel gaan naar Jesse Klaver en ze gaan all over the place. Dit is dus, ten dele moeten we er ook, Felix Rottenberg zei het laatst, ik denk dat hij wel een beetje gelijk heeft. De tijd van de grote zuilen en dus de grote partijen in het midden is een beetje voorbij. Ja. Kiezers zijn volop in beweging. Ze gaan over het hele palet. Dus er zitten nu geloof ik 10 partijen tussen de 10 en de 20 zetels. Ik weet de laatste peiling niet, maar het is allemaal verspreid. Ja, en niet 70%, 70% van de kiezers weten nog helemaal niet wat ze gaan stemmen. Dat is ook nog nooit zo hoog geweest in deze fase. Dus mensen kijken. Dus u heeft nog hoop. Nou, dat ook. Maar het is ook interessant om te zien dat mensen zijn gewoon niet meer zo gebakken aan vast kiespatronen. En je moet ze elke keer weer overtuigen. Je moet ze elke keer weer naar je toe halen. En wij beginnen nu met de grote achterstand. Zo praten wij erover. Oké. Ja, Kim? Ja, wij zien eigenlijk, het is inderdaad niet alleen maar onbehagen en boosheid in de samenleving. Wij zien eigenlijk 3 belangrijke sentimenten. Er is zo'n 30% van de samenleving eigenlijk heel optimistisch en tevreden over de toekomst. Maar dat zijn wel vaak wat hoger opgeleide mensen die gezond zijn. De elite. Ja, nou ja, dat is niet alleen maar de bestuurlijke elite. Daar zitten ook gewoon mensen tussen die een bedrijf hebben of die ZZP'er zijn. Dan is er een sentiment, dat noemen wij onzekerheid. Dus dat is de werkende middengroep die heel veel ballen in de lucht moet houden. Kinderopvang, mantelzorg, 2 verdieners. En zwaar belast is de laatste jaren. Maar daar is nog steeds heel veel geluk. Mensen noemen zich nog steeds gelukkig, zijn niet ontevreden over Nederland, maar vragen zich af, hou ik dat zo naar de toekomst? Ja. En dan hebben we nog zo'n, wat wij zeggen, zo'n 30% in de samenleving die boos is, afhaakt, het idee heeft dat de politiek er niet voor hen is en dat zij eigenlijk aan het kortste eind trekken. En dat is feitelijk soms ook zo. Dus het is iets genuanceerder dan te zeggen dat iedereen mopperend over straat loopt. Dat is niet zo. Nee. Maar ik denk dat het grootste deel van de zwevende kiezers dat tweede sentiment heeft van ja, onzekerheid. Welke partij gaat mij nu wat meer houvast naar de toekomst geven? En ziet die groep dan ook niet, hebben we het nu steeds over de boze witte man, maar er zijn net zo goed veel
Nederlanders met een andere culturele achtergrond die net zo goed de angst en de onzekerheid hebben en zich heel erg achtergesteld voelen in de Nederlandse samenleving en ook worden weggezet natuurlijk door partijen. Het is eigenlijk een heel gevarieerd beeld, maar wat misschien wel goed is om te zeggen is dat we een hele hoge kwaliteit van leven in ons land hebben. Dat het met de meeste Nederlanders, zeker als je het vergelijkt, heel goed gaat. Hè. We zitten in al die lijstjes, zitten we vaak in de top 5 of tenminste in de top 10. Nou weet ik dat dat op afstand staat van een gevoel, want daar doen wij ook veel onderzoek naar. Mensen voelen dat vaak anders. Maar per saldo hebben heel veel mensen het wel goed. Die 30% waar ik het net over had, waar dus boosheid zit, daar stapelen echt problemen. Met inkomen, gezondheid, weinig netwerken, eenzaamheid. En daar zitten eerste generatie arbeidsmigranten in. Maar er zitten ook bijstandsmoeders in. Daar zitten eenoudergezinnen in. En die hebben het ook aantoonbaar heel moeilijk. En zijn ook soms niet na de crisis er echt heel veel op vooruit gegaan. Daar zitten veel hardnekkiger echt problemen. Meneer Dijsselbloem, dit zijn uw kiezers. Zeker. Die zijn de afgelopen 4 jaar dus alleen maar ontevredener geworden onderin. Ja, ja, ja. How come? Ja, nou ja, we hebben een kleine crisis achter de rug. Mensen, misschien dat u het was vergeten, maar mensen nog niet. En er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of zijn nog niet aan de slag gekomen. Heel veel mensen hebben hun huis willen verkopen, maar konden het niet en zitten met schulden, zitten daardoor klem. Dus er is, zoals Kim Putters terecht zegt, echt nog heel veel onzekerheid en nog veel schade weg te werken. Mm-hmm. Als je bedenkt hoeveel huishoudens met schulden zitten, op de een of andere manier. En dat is allemaal... Los van de hypotheekschulden? Los van hypotheekschulden. Ook jongeren die al heel jong schulden opbouwen. En dan bedoel ik niet voor de studie, want dat is een goede investering. Maar gewoon voor consumptieve uitgaven. Hè, van de scooter tot het mobieltje. Schulden zijn echt een groot... Studiebetalen, sociaal leenstelsel is onder de PvdA ingevoerd. Ja, nee, dat zijn de schulden die echt oplopen bij de studie. Ja, maar ik noem hem zelf al. Kijk, een lening aangaan voor een studie is je allerbeste investering. Dus daar heb ik... geen probleem mee. Dat is echt de beste investering die je kunt doen. Ja, maar beginnen met je werkende leven met een enorme schuld. Nou, ik weet niet, hoe kijkt Kim Putters daar tegenaan? Ik maar vind dat geen echt uit. Prima om het daarover te hebben, maar het punt is... Ja, ik wil even, mensen komen uit de crisis, maar even naar het algemene beeld. Die 30% mensen die komen die uit de crisis gewoon met nog steeds heel veel problemen en schade in die crisis opgelopen. En dat kost jaren om weg te werken. Dus nu neemt de werkgelegenheid weer heel snel toe en de werkloosheid neemt af. Maar er blijft altijd een groep die niet meer aan de slag komt. Dat zit met name tussen die 50-plussers. Dat is gewoon echt, alle cijfers tonen het aan. Ja, maar dat ook de groep is oudere die... werklozen komen op dit moment weer aan de slag. Dus dat is, maar dat is wel belangrijk. Want de redenering, die komen nooit meer aan de slag, stop maar. Dat zou natuurlijk echt heel pijnlijk zijn. Ja, en geef ze wel een basisinkomen. Dat is... Vind Jetta Kleinsma ook een heel goed idee? Ik vind het basisinkomen heel interessant. Maar ook hier geldt weer, laten we even uitrekenen wie het gaat betalen. Want als ik aan u allen, en een deel van u heeft helemaal geen basisinkomen van de overheid nodig, maar u allemaal een basisinkomen moet geven... Nee, ik heb het niet over basisinkomen voor allemaal, maar ik heb het voor de mensen die in de bijstand, uitzichtloos in de bijstand zitten. Oké, dat is prima. Dus we gaan nu is dat prima? We gaan nu persbericht. Is dat prima? 15:58, genoteerd. Sorry mevrouw Kleinsma, Jeroen vindt het prima. Wat? Ik vind het prima. We gaan nu experimenteren waarbij gemeentes de ruimte mag krijgen van om... Kleinsma. Nee, er zijn 5 experimenten gaan beginnen. Niet ze allemaal heeft, zijn goedgekeurd. In Tilburg, notabene van de partijgenoot van nu, dat is gekild door haar. En in Terneuzen was het, geloof ik, die proef, dat experiment, is ook afgeketst. Ja, er zijn 5 goedgekeurd, waaronder Wageningen, daarom weet ik het ook. En de gemeentes krijgen... Voorkeursbeleid! Mensen, ik heb er niet mee bemoeid. En Jetta Kleinsma woont niet in Wageningen. En die gemeentes gaan dus kijken hoe ze in plaats van mensen voortdurend achter de broek zitten en opjagen, ze de ruimte kunnen geven om binnen hun mogelijkheden activiteit te ontplooien en vanuit de bijstand dus meer te mogen bijverdienen om zo aan de slag te komen. Die experimenten gaan starten. Nodig, en niet alle experimenten zijn goed. Ja, en ik denk, die experimenten zijn volgens mij heel goed. Ik denk ook dat we het niet alleen over dat basisinkomen moeten hebben. Want wij zien ook bijvoorbeeld de regelingen voor zorgverlof, voor tijdelijke deeltijd, voor bij- en omscholing. De regelingen die er zijn, die worden vaak niet optimaal benut. Dus er kan veel meer dan dat er gedaan wordt. Soms zitten werkgevers niet mee. Hè, dus dan ga je een stapje naar je werkgever. Je zou een periode in deeltijd willen werken. Gewoon omdat het met je
gezondheid minder gaat. Dat kan niet bij ieder bedrijf. Dat gesprek is ook niet altijd mogelijk. Dus ja, basisinkomen is misschien voor sommige groepen een uitkomst, maar voor anderen een veel beter gebruik van dat soort regelingen. Dus ik zou, weet je, als het over basisinkomen gaat, dan hebben we het al meteen de politieke uitersten vaak tegenover elkaar en dat leidt meestal tot vrij weinig. Dus we wachten gewoon hoopvol de experimenten af. Ja. U hoort wel waar ik voor sta. Mag ik nog iets zeggen op de vraag van Peter? Zeker, ja. Kijk, wij hebben, voordat het leenstelsel werd geïntroduceerd, heeft SCP daar ook een studie naar gedaan van waar zitten nou de zwakke plekken. Toen hebben we wel gezegd van nou, wij zien eigenlijk het grootste risico bij de mbo-leerlingen. Omdat daar eigenlijk de grootste vrees bestaat voor het lenen. Aangegeven werd het langst thuis te willen blijven wonen of misschien niet naar colleges te gaan. De minister van Onderwijs heeft toen ook de plannen wat bijgesteld op dat advies. Maar desalniettemin zie je ook dat nu nog steeds, eigenlijk daar zitten de grootste risico's en de zwakke plekken. Dus in termen van wat die schuld betekent. Dus daar drukt het wat zwaarder dan bij anderen. Dus ook hier geldt eigenlijk weer niet dat het negatief is voor alle studenten. Maar er is een risicogroep waar het zwaarder op drukt. En daar kun je wel een zorg bij hebben. Gaan we nog zorgelijk doen of kunnen wij pauzeren? Of nog één reactie van u? Nee, ik denk dat het risico dat jongeren afhaken, dat is er. Je ziet het in de cijfers niet terug. Je zag eerder dat een grote groep jongeren ging versneld studeren omdat ze het nieuwe stelsel zagen aankomen. Daarna kreeg je dus een dipje. Dat was de groep die al was begonnen. En nu begint het gewoon weer op normaal niveau. Dus het is niet zo dat jongeren massaal afhaken. Individueel kan dat gebeuren. Dus ik zeg nog een keer, elk podium. Jongens, er is nog steeds gewoon een aanvullende beurs. Als je van huis uit geen steun krijgt financieel, geen hulp meekrijgt van je ouders, dan is er nog steeds een aanvullende beurs. En die hoef je niet terug te betalen. Goed, ik sluit deze ronde af met de hoopvolle conclusies. Er is een aanvullende beurs. In de periferie komt het ook zo meteen allemaal in orde. En die 30% die gaat de PvdA weer binnenhalen. Je zal afsluiten? Oké. Mensen, pauze en jullie drankjes gratis. Something inside so strong.
something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, something inside so strong. Something inside so strong. Oh, something inside so strong. Wauw, prachtig. En nu ook aangeschoven aan tafel. Of spelen jullie gewoon lekker door, dan houden we gewoon op het kletsen. Vind je dat wel? Prima. Erik Rikke, welkom. Ook aan deze tafel, welkom. Dankjewel, dankjewel. Something Inside So Strong, dat hoort ook in jullie voorstelling. Ja, zit zeker in de voorstelling. En wat betekent dat lied voor jou? Voor mij is het een nummer wat ik, en zeker in de periode nadat ik was thuisgekomen en mezelf eigenlijk vervreemd had van mijn gezin. Vertel even waar jij vandaan kwam. Ik ben in 2007 als operatieassistent chirurgie op uitzending geweest naar Kandahar, Zuid-Afghanistan. Daar een behoorlijk roerige periode mee meegemaakt. Dat heeft jaren later geresulteerd in een posttraumatisch stresssyndroom. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb daar slechts 3 maanden gezeten. We hebben daar foto's van, geloof ik ook. Ja, dus ja, praten wij door. Ja. Je hebt daar 3 maanden gezeten. Ja, maar die daar, waren zo heftig dat je daar... Ja, daar trok dagelijks het slechts van de oorlog aan ons voorbij op de operatiekamer. En jij was operatieassistent? Ja, ja. Chirurgie. Ja. En jij zag jonge mensen? Jonge mensen, een hoop opgeblazen mensen, om het even heel klinisch te houden. Bermbommen? Ja, bermbommen, een hele hoop. En ook de meest kwetsbaren worden toch ook slachtoffer van een oorlog. Dus ook kinderen, vrouwen, oudere mensen. Alles kwam voorbij bij ons op de operatiekamer. En hoe, als je daar zit op zo'n moment, ga je dat doen? Ga je dan s'avonds als je klaar bent, ga je dan zitten zuipen? Of ga je... Nee, dat kan sowieso niet. Er wordt absoluut niet gedronken in een missiegebied. Je probeert zoveel mogelijk rust te pakken. Alleen bij ons op hoe een gegeven moment... Hoe deed je dat? Naar bed. Alleen bij ons op een gegeven moment werd het zo druk. We hadden 2 teams, 2 operatiekamers. En daar moesten we alles mee doen. En het is niet zoals in Nederland dat je om 5 uur dat er een dienstploeg komt aanschuiven en die het werk overneemt. Nee, je stopt zodra de laatste patiënt van tafel gaat. En dat resulteerde er ook in dat we met name in de tweede helft van de uitzending regelmatig hebben meegemaakt dat we of heel laat, heel diep in de nacht naar bed gingen of gewoon niet en doorgaan. En hoe zijn die omstandigheden dan? Moet het dan een mooie OK voor me zien? Of? Ik geef heel veel lezingen door Nederland en daar laat ik de foto's zien van de operatiekamer. En vaak wordt er dan gevraagd van, joh, is dat een operatiekamer in een gemiddelde dierenkliniek? En dan wordt er doorgaans gelachen. Maar die hele operatiekamer daar, die is erop ingericht om te blijven werken. Dus niet het meest luxe van het luxe, maar wel heel functioneel. Dus qua faciliteiten daar in het ziekenhuis was het, ondanks dat het er... niet fancy of chic uitzag, was het wel heel efficiënt. En toen je daar werkte, je zag dus echt al bijna de lopende band, zag je al die verschrikkelijke verminkte lichamen. Ja. De foto's staan ook in dit boek. Ik vond ze echt afschuwelijk. Ik heb ze ook gauw overgeslagen op een gegeven moment. Je ziet dat aan je voorbij komen. Dan ben je aan het werk. Begrijp, dan moet je door. Begrijp ik ook je boek. Je moet door. Dus alles wat in je opborrelt of wat ook, dat onderdruk je. Ja. Op een gegeven moment ga je naar huis. Wanneer komt het dan uit? Wat overheerst? Nee, ik sla iets over. Dan kom je thuis. Ben je dan opgelucht. Wauw, het zit erop. En ja, ik zie mijn maten weer en mijn gezin. Mijn kinderen. Ja. Ja. En dus ben je heel blij. En wanneer merk je dan, er is iets mis met me? Dat kwam eigenlijk... ik ging uit Kandahar weg. Met het gevoel van, ik ga hier nooit meer over praten. Wat ik hier heb meegemaakt, dat hou ik bij mij. En dat, waarom had je dat? Omdat ik in het laatst van de uitzending eigenlijk al merkte dat mijn professionele panzer was afgebroken. En waar je op de operatiekamer altijd een bepaalde afstand houdt tussen patiënten en hulpverlener, lukte mij dat op een gegeven moment niet meer. En zeker als er kinderen op tafel kwamen, noem het allemaal maar, die gingen mij aangrijpen. En daarvoor schaamde ik me. Je schaamde je daarvoor? Ja, waarom? Ik had het gevoel dat ik de zwakste schakel was van het ziekenhuis, want ik keek om me heen. En ik zag de mensen toch gewoon rechtop blijven lopen. En ik merkte aan mijzelf dat ik af en toe echt geraakt werd door de patiënten. Dus ik ging daar weg en ik dacht, Erik, dit had niet mogen gebeuren.
En wat ik ga doen als ik thuis kom, dan praat ik hier gewoon niet meer over. En als mensen mij vragen... Dan gaat het vanzelf over, dacht je? Ja, ik probeer het gewoon weg te drukken. En ik ben, nou ja, u ziet mij, een grote kerel, 100 kilo ongetrainde reuzel. Ik denk dat ik los dat zelf wel op. En dat heb ik 6,5 jaar volgehouden. 6,5 jaar? Ja, ja. En waardoor barstte die bom? Het is niet zo dat het 6,5 jaar is weg geweest. Het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten en op bepaalde momenten in het jaar, zeg maar de zomermaanden dat ik daar geplaatst was, kwamen de herinneringen ook terug. Maar ik ging harder aan het werk, gewoon een nieuwe baan had ik gezocht en ik ging me helemaal losmaken op dat werk. En op die manier probeerde ik alles weg te drukken. En in eind 2012 kwam ik zelf op de operatietafel te liggen. En vlak voordat ik in slaap werd gemaakt, zag ik niet meer de Nederlandse operatiekamer om me heen, maar zag ik de operatiekamer van Kandahar. Ja. Toen ben ik heel slecht de anesthesie ingegaan, nog veel slechter weer wakker geworden. Heb ik het toch nog weer een paar weken kunnen volhouden. Ja, en enkele weken later barstte de bom. Toen klapte je in elkaar? Toen klapte ik in elkaar. Dan had ik een gesprek gehad met een bedrijfsarts / een maatschappelijk werker. Het heeft de ventje goed geholpen daarin? Ja, ik heb na dat gesprek, waarbij ik eigenlijk een vreselijke paniekaanval heb gekregen en ik in de auto zat. Ik denk, ja, ik moet nu naar huis toe rijden, maar als ik het doe, dan gaat het of bewust of onbewust en kom ik niet thuis. Toen heb ik godzijdank de tegenwoordigheid van geest gehad om het Veteraneninstituut te bellen en aan te geven van, jongens, ik heb nu, maar dan ook nu, heb ik hulp nodig. En die kreeg je? En die kreeg ik. Ja, dezelfde middag heb ik contact gehad met een militaire psycholoog. De volgende dag stonden ze bij mij op de stoep voor een intake en toen is het hele balletje gaan rollen. En maar dat, dan is het niet zo na 4 leuke sessies dat over is, hè? Nee, want op het moment dat je denkt ik ga hulp krijgen, wordt het de eerste 1,5 jaar wordt het nog veel erger. Omdat inderdaad al die herinneringen die ik 6,5 jaar had weggestopt, ja, die moesten nu wel boven water komen. Ja. En ik moest daar op een gegeven moment, we begonnen met gesprekken en dat wilde niet. Want ja, nogmaals, ik wist dat ik hulp nodig had, maar eigenlijk wilde ik er nog steeds niet. De grote stoere kerel. Ja, precies. Ja. Van het, ja, dat overkomt mij niet. Nee. Dus we begonnen met de gesprekken en dat liep stroef en dat liep moeilijk. En op een gegeven moment zei de psycholoog, hij zegt... Ik word gek van jou. Ja. Hij zegt, heb je een dagboekje bijgehouden in Afghanistan? Ik zeg, ja, dat heb ik wel. En dat schreef ik eigenlijk dagelijks op welke patiënten aan ons voorbij trokken. Hij zegt, wat wij gaan doen, hij zegt, je gaat jouw dagboek... Aan de hand van jouw dagboek ga je iedere dag opschrijven. In de ik-vorm, in de tegenwoordige tijdvorm. En we gaan je er eens even lekker doorheen trekken. En toen werd dat dit, hè? Uiteindelijk is dat na 12 keer herschrijven, is er van zo'n therapeutisch relaas, is er nu een leesbaar boek van gekomen. Even, ja, ik heb het gelezen. Het is zeer leesbaar. Je moet het wel af en toe aan de kant leggen, want het is heel heftig ook natuurlijk. Dat kan niet anders met het onderwerp. Ja. Even een vraag. Als jij zo terugkijkt op die periode en als je nu ziet hoe die Taliban daar weer heerst, een groot gedeelte althans, denk je dan wat een zinloze exercitie is het eigenlijk geweest? Dat wordt mij heel vaak gevraagd. Het is nu inderdaad in de regio Zuid-Afghanistan weer heel erg onrustig. En het was ook de bedoeling voor mij dat ik nog terug zou gaan afgelopen jaar voor een soort van afsluitingsreis. Dat is ook uitgesteld daardoor. Nee, het is niet zinloos geweest. Absoluut niet. Want de periode dat ISAF daar heeft opgetreden, is er verlichting gekomen voor die mensen die daar wonen. Hè, die rugzak is altijd heel zwaar geweest. Maar die periode dat ISAF daar heeft geopereerd, is die rugzak iets minder zwaar geworden. Ja, maar het was maar een korte periode. Het is een korte periode, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook... Was het de prijs waard, die korte periode? Maar het is ook wel de keuze van de mensen zelf om op een gegeven moment verder te willen. Van de mensen die daar wonen? Van de mensen die daar wonen, ja. Het is, ze zullen het ook zelf moeten doen met hun regering en centrale autoriteit. Goed, je begon het boek te schrijven. En ben je helemaal hersteld nu? Nee, of is het, loop jij nog op dun ijs? Wat jij zegt, de keuze van de mensen om dat zelf te willen. Wat, als je, zeg maar, in jouw ideaalplaat, jij bent er, wat hadden ze dan... Wat hadden de mensen dat voor dan daarna anders moeten doen bijvoorbeeld? Nou, het is zolang er geen centrale, echt goede, harde regering is in Afghanistan, zal het heel moeilijk worden om daar de vooruitgang te gaan bereiken die we graag willen. Het moet vanuit de bevolking gedragen worden. En zolang het land nog steeds geregeerd wordt door lokale drugsbaronnen en een hoop stammenstrijd onderling is, wordt het mijns inziens een moeilijk verhaal. Frustreert dat dan jou als je daar zoveel hebt gegeven? Ja en nee. Ik denk niet dat ik het leed van de hele wereld op mijn schouders kan nemen. En natuurlijk, er zijn binnen de Nederlandse missie een hoop prijzen voor betaald. Maar nogmaals, ik denk wel dat die periode dat we er gezeten hebben, hebben we daadwerkelijk verlichting gebracht en hebben we de mensen laten zien
hoe het anders kan. Erik, mag ik wat vragen? Want je had het net over die schaamte. En ik las een interview met jou in de Defensiekrant. En daar zei je ook, ik schaamde me kapot voor het werk dat we daar deden. Maar waar zat hem dat in? Wat was dat? We hebben daar regelmatig hebben wij ledematen afgezet van de militairen en de Afghaanse strijders. Als een Afghaan, en sorry dat ik nu misschien wat klinisch ga worden. Als een Afghaan binnenkomt en die ziet aan zijn benen dat die waarschijnlijk niet gered kunnen gaan worden. Dan is het eerste wat hij roept. A, je mag mijn benen niet afhalen. En B, als je het wel moet doen, maak me dood. Dan moet je me doodmaken. Want als je mijn benen eraf haalt, maak je me nutteloos voor mijn gezin. Ik kan niet meer werken. Ik word een last voor mijn gezin. En jullie veroordelen mij tot de bedelstaf. Als jullie mijn benen eraf halen. En vervolgens brachten we hem onder anesthesie. En we haalden zijn benen eraf en we stuurden hem terug de woestijn. En natuurlijk, wij mogen niet voor God spelen op die operatiekamer. Hè? Maar de ethische vraagstukken, daar begon ik op een gegeven moment wel last van te krijgen. Ja, ja begrijp ik. Ja. Okay. Erik, en je bent nog niet hersteld, het is dun ijs. Ga je van zoiets ooit herstellen? Of weet je nee. Je hele leven... De psycholoog heeft aangegeven, nee, je wordt niet beter, nee. Maar het wordt wel hanteerbaar. Okay. En ik ben inmiddels, vanaf 2013 ben ik onder behandeling. En ik ben nu in 2016. En waar ik eerst helemaal niet durfde te praten, heb ik mijn ervaringen op papier gezet. Dat heb ik de wijde wereld ingeslingerd. En vervolgens zit ik hier aan tafel en zit ik in het theater erover te vertellen. En ik zie held! Een liedje dan, ja. Held! Dus er is hoop voor iedereen. Ik volg jullie, dus ik ga ook absoluut meemaken hoe het allemaal gaat in dit theatertour. Ja. En ik kom ook de zesde keer nog kijken. We gaan naar een totaal ander boek, mensen. Ja. Kleine overgang. Het is maar een kleine stap. Ja, maar wat ik heel mooi van jou vond, want wij kennen allemaal Kluun. Mooi bruggetje trouwens. We kennen allemaal Kluun van Er was een vrouw bij de dokter en het vervolgt daarop. En heel veel mensen hadden zoiets van, als je vrouw daar dood ligt, dan gaat aan kanker. En je ligt daar te rotzooien met een andere mevrouw. Wat ben je dan een lul? Hè, Kluun, dat gevoel, dat heb je ook veel in je hoofd. Dat is wel een goede management summary. Ja. En ik had het daar met Erik over. En Erik zei, echt prachtig, hij zei, ja, Kluun heeft ook een rugzakje. Vond ik echt zo mooi. Was dat ook zo toen? Kijk, ik heb de laatste. Mijn vrouw heeft 2 weken op bed gelegen op het eind. We praten 2001, Koninginnedag. Dan zijn we nog een stukje door Oud-Zuid gegaan. 2 mei was het dat jaar heel goed weer. Hebben we nog op het terras gezeten. En toen zei ze, daar hebben eigenlijk maar 10 minuten met haar moeder. En vanaf dat moment heeft ze op bed gelegen. En 14 mei is ze 's avonds overleden. Die laatste 2 weken, en dat is eigenlijk het stuk van Komt de vrouw bij de dokter, wat denk ik de meeste mensen aangrijpt, waren de mooiste weken van onze relatie. Vaak noemde ik haar dood nog heel gek, of het begraafde de bruiloft. Nou, dat is Freudiaans, want zo voelde het. Door wat wij in de laatste 2 weken hebben meegemaakt, en in gesprekken, heb ik die rugzak niet. En zij zei ook dingen tegen mij van, ga er maar een keer een boek over schrijven. Maar ik schreef alleen maar, ik was reclamejongen, ik schreef dingen voor Adformatie wel eens en zo. En ik zei, ja, ik een boek schrijven, doe normaal. Maar toen ik later, een half jaar later, met mijn dochter in Australië was, toen klonken die woorden door en denk van, ja, ik moet dat misschien wel gaan doen. Ja, een van de mooiste dingen die iemand ooit tegen me gezegd heeft, zei ik, we hadden alles doorgesproken. En toen zei ik van, goh, stel nou dat je het, we zijn ooit verliefd geworden, we hebben een kind gemaakt, we zijn blij geweest, we hebben alles meegemaakt. Toen werd zij ziek, we hebben ook onze relatie dieptepunten gehad, die ook in het boek staan. En toen zei ik tegen haar van, ja, als je nou alles had geweten, was je dan weer met me vertrouwd? En zei ze, meteen. Nou, daardoor... Dat is liefde. Dat is liefde. En daar gaat dit boek over, weet je. Je kunt dit boek zien, en dat snap ik ook heel goed. Een boek over een klootzak die vreemd gaat dat. En ik heb dat natuurlijk ook wel zo precies geconstrueerd en zo. Ik wist wel hoe ik dat boek moest schrijven, maar... In dit boek, Lu. Nee, heel even nog, ik wil nog heel even... Kijk, je kan het boek zo zien en dat begrijp ik ook. En dat is natuurlijk een deel van het... Mensen moet je boos maken af en toe met een boek. Maar wat ik wilde was een boek schrijven over dat... De kracht van... Dit klinkt heel spiritueel, maar ik bedoel het echt zo. De kracht van liefde die overwint inderdaad vreemdgaan, lust, ziekte en uiteindelijk zelfs dood. En daar gaat het boek ook echt over. En dat is denk ik waarom, waarom mensen het elkaar gaan geven of zo. Dus. Zeker. Mooi. Maar hierin ben je echt zo'n ongelofelijke leuke lul, eerlijk gezegd. Ja, een leuke lul. Dit klinkt heel pornografisch. Maar... Kijk, het is goed dat we tijd elkaar altijd kennen. Je hebt een hele mooie recensie gekregen in NRC. Dat hebben we even voor jou op de plaat gezet. Ja.
Ja. Heel mooi. En Vrij Nederland heeft ook een zeer over die Arjen Peters vervolgens. Want het gaat het gewoon niet hebben vandaag. Dat is ook een lul. Ja. Maar, echt, Maar geen leuke. Nee, helemaal geen leuke lul. Ik vond het wel heel leuk toen hij me 4 sterren voor haartjes geeft. Ook een topgast. Maar... Ja, dit jawel. Ja, ja. Kleur, vertel even kort aan ons allen waar dit boek over gaat. Het gaat over een hoofdpersoon die heet Kluun. Die heeft een zoon en een dochter. Ik heb 3 dochters, dus kortom, het is helemaal niet aan mij. Maar hij zit in een vechtscheiding. Hij heeft een writersblok. Zijn accountant zegt van, je moet echt wel snel zorgen dat er wat geld binnenkomt. En dan krijgt hij een aanbod van End of Works, een productiemaatschappij. Want ze hebben op Twitter gezien dat er nogal eens over dance en zo een DJ's wordt getwitterd. Zeg, joh, jij kent toch die Toch, DJ Toch, de nummer 2 van de wereld, die in Las Vegas de $10 million man wordt genoemd. Omdat hij als eerste DJ ter wereld 10 miljoen voor 20 optredens kreeg. En zei, als jij nou eens een tv-reportage gaat maken, kan je dat? Ik zei, natuurlijk, kan ik. Dus ik een beetje overpromising. Ik denk, als ik maar weg ben uit dat appartement. En dan gaat Kluun, die gaat naar Las Vegas. Maar we komen meteen in het patroon dat we eigenlijk van vroeger kenden. Dat was ik alweer een beetje vergeten. Hij was de mooie jongen die met muziek maakte en al de mooie meisjes had. En wij waren, met zijn studiegenoten waren, mochten blij zijn als er op het eind van de avond nog een dronken studenten van de school van toerisme over was, die bij mij als hol in konden slepen. Dus we komen, maar zo gauw ik dus ben in Las Vegas, komen we in dezelfde dingen. Hij is daar de getapte, gevierde jongen in de wereld van de VIP-rooms en de champagne en de te jonge meiden. En ik zit aan een gesprek aan de VIP-tafel, waar wordt gezegd van alleen maar belangrijke mensen. En zit ik met een dame te praten en die zegt, writer, I wouldn't know where I could buy a book in Las Vegas. Dus ik ben daar weer een nobody. En dan begint zich langzaam de puist van, zeg maar, van al die frustratie van 30 jaar dat hij altijd boven me zat op de apenrots, die begint langzaam uit te barsten. En dan wordt Kluun, denk ik wel, een nog veel grotere klootzak dan Stijn en Komt de Vrouw bij de Dokter ooit is geworden. Die fantastische feesten in de wereld van roem enzovoort, gebeurt het ook in Brussel met de Duitse bloem? Ja, laat dat boek maar even zitten, dit wordt veel leuker. Ja, ongetwijfeld, alleen ik weet er niets van. Echt niet? I'm missing all the good bits. Ik vind jou een beetje de Armin van Buren, zeg maar, van de politici. Als je dat van iemand, dan hoor je nooit wat slechts over, maar je zou het wel willen weten. Er is niet zoveel spannends te vertellen, nee. Ja, ik kijk me verwachtingsvol aan. Maar... Ja, ik zit te wachten op 1 zin waar hij weer een keer een boek mee kan schrijven. Maar eerst dit boek wordt goed verkocht worden natuurlijk. Ja. Ik verzin er anders wel iets bij, hoor, Jeroen. Wat mij opviel in het boek is dat het zo'n ontstellend lege wereld is. Zo'n, als je even aan die glamour gewend bent, wat doe je daar verder dan? Ja. Volgens mij ga je dood van verveling en ellende. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zelf een enorme dansliefhebber. We hebben een huurhuis op Ibiza al heel lang. En ik hou echt van dance. En als Amsterdam Dance Event is, dan met een aantal 40ers en begin 50ers, dan proberen we nog of een trucje kennen. Dat lukt nog wel. Niet meer 5 dagen, maar 3 dagen. En ook op Ibiza ga ik wel eens. Maar inderdaad, het gekke is, op een gegeven moment, als je een beetje internationaal in die wereld komt en dan je kent wat DJ's. Ik heb me ook nooit thuis gevoeld in die wereld van die VIP-rooms. Want mensen zijn er nooit leuk. Mensen komen niet voor de dance. Nee, die komen omdat ze geld hebben. En het zijn en de zich mensen laten zien. Weet je wat het leuke is? Ja, zich laten zien. En ik heb het leukste ooit meegemaakt. Ibiza is verschrikkelijk duur. En discotheek Space is vorig jaar na 27 jaar gesloten. Op een gegeven moment, ik sta aan de bar. En ik zal je niet met details meer over soorten muziek, met techno. En er staat een man, een Engelsman, helemaal, je zag aan zijn ogen dat hij best wel wat gebruikt had van de jaren 50. Dat is een vrouw bij. Als je het hebt over, zeg maar, de prototype PVV-kiezer, wat het beeld is dan. Zeg maar de Brexit-nee-stemmer. En zijn dochter was daarbij. En die stonden uit hun dak te gaan. En ik raak met hen in gesprek. Dat was een arbeider. Hij kwam uit Blackpool of Manchester of zo. En die spaarde het hele jaar om die ene week op Ibiza op top DJ's erdoor te gaan. En dat kost een drankje, kost €25. En dan denk je, ja, dan vind ik dat soort mensen heb ik liever dat je dan echt zo van de dance houdt en nog steeds op die leeftijd, ja. En hup, die trui uit en we gaan ervoor. Dat vind ik leuker dan die wereld inderdaad zoals jij hem omschrijft. Want het is ook niet leuk. Het is verschrikkelijk. Ja. Maar het boek is wel heel leuk. Kan het jullie aanraden. Ik heb echt het smaak uitgelezen. Het geldt voor allebei de boeken, hoewel het totaal verschillend zijn. Wat is het lastige van schrijver zijn? Erik, noem jij dat eens eerst.
Ja, ik betitel mijzelf nog steeds niet als een schrijver, want ik ben begonnen als patiënt om het te gaan opschrijven. En de psycholoog die zei op een gegeven moment tegen mij, hij zei, ja, het is wel therapie voor je. Hij zegt, maar je schrijft wel heel makkelijk. Hij zegt, en ook wel vermakelijk. Hij zegt, en de groep, ook onder de medici, is gewoon heel groot van mensen die praten niet. Die hebben allemaal dat professionele masker. Hij zegt, je moet er wat mee doen. Aanvankelijk riep ik, om het hardst, ja, nog niet misschien. Echt niet, ik vind het al erg genoeg dat ik het hier moet vertellen. Laat staan dat ik het de wereld inslinger. Maar hij hield niet op met zeuren. En uiteindelijk heb ik gezegd van, joh, weet je wat ik doe? Chef heet mijn psycholoog. Ik zeg, chef, ik stuur mijn manuscript stuur ik op naar een bevriende journalist, Juri Boom. Ik zeg, dan zegt die wel tegen me dat ik het niet moet doen. Ja, en dat pakte anders uit. Ik kreeg het na 2 weken terug. Hij zei, ja, je moet hier zeker wat mee doen. Je moet het wel leesbaar gaan maken, maar je hebt gewoon echt een verhaal wat gehoord moet worden. Zeker, zeker. En dat uiteindelijk gedaan. Heel goed. Kluun, jij hebt er, ik weet nog dat wij in de bus in Israël zaten, dat wij, onze leuke groep, de espresso-jagende groep, het eerste hoofdstuk te lezen kregen. Ik kan me niet goed meer herinneren, maar volgens mij lijkt het niet meer op dit eerste hoofdstuk. Nee, ik ben een schrijver. Misschien is dat mijn oude reclameachtergrond waarin je gewend bent om iets te vertellen. En als je een goede reclame hebt die met hart en ziel wordt gemaakt in een kort verhaal. Vroeger had je al mooie printadvertenties met hele verhalen. Of in de commercial, we hebben bijvoorbeeld van Centraal Beheer lang gewerkt. Dus die grappen die daarin zaten, gewoon goede campagnes. En misschien zit dat nog wel. Mijn verhaal, alles in mijn verhaal moet wijken om dat verhaal te vertellen. Dus mocht ik al ooit een mooie zin schrijven, op het moment dat die niet helemaal, of zelfs een heel hoofdstuk wat de vaart ophaalt, dan gaat het echt weg. En wat je daar leest is 81.000 woorden. En het eerste manuscript, en waar ik ongetwijfeld toen heb voorgelezen, is 115.000 woorden. Dus het is echt kill your darlings tot in de extreme. Ja. En als mensen tegen mij zeggen, nou, zo'n boef, ja, joh, het leest zo lekker, ik lees het lijkt wel of het zo vlot geschreven is. Nou, dat zit het compliment, want daar zit het werk. Ja. Het is niet veel schrijven, maar het zit erin continu. Er zit bijvoorbeeld één scène in, ik kreeg een recensie van De Standaard in België. En er zit een DJ-scène in op Burning Man, dat festival. En ik probeerde daar alles, zeg maar, uit te leggen wat een DJ nou eigenlijk doet. En ik weet nog dat ik ooit Troost van Ronald Giphart las. En die gaat over topkoks. En dat hij toen dacht, oh, dus dat is een topkok. Dat de liefde. Nou, dat probeerde ik. Dat je wel, al hou je er helemaal niet van House of Dance. Dat je denkt, oh ja, het is toch wel, het is echt werk. Want buiten de leegheid, goede DJ's kunnen ook echt iets wat niemand anders kan. En wat, ja, die kunnen 10.000 of 5.000 of 100 of 100.000 mensen heel gelukkig maken op een avond. En kun je heel clichématig doen over het escapisme en dan zal er wat drugs en zo. Maar ja, het is heel, echt heel bijzonder wat top DJ's kunnen. Dus die ode wilde ik ook schrijven. Ja, is ook gelukt. De liefde daarvoor is hier zeer zeker terechtgekomen in deze bladzijde. En wanneer zien wij de memoires van meneer Dijsselbloem? Ah. Ik heb een heel slecht geheugen. En dat is een zegen in de politiek. Gewoon, weet je, wat er gisteren verkeerd is gegaan. Gewoon behalve ter aanzien van de Grieken natuurlijk. Ja. En ik hou geen aantekeningen bij. Maar sommige van mijn medewerkers houden wel aantekeningen bij. Dus ik kijk verlekkerd naar hun alsmaar stijgende stapel herinneringen. Want onze avonturen in de Eurogroep de afgelopen 4 jaar, daar zit wel een boek in. Ja, reken maar. Volgens mij zelfs 3. Deel 1, deel 2, deel 3. Dit is een spannende aankomst. Zou jij geen aantekeningen? Het komt dus. Kim, hou jij van deze? Lees jij graag? Ja, heerlijk. Ik zit ook met een diepe buiging te luisteren naar de beide heren. Hier, de kracht van de verbeelding, of dat nu om hele traumatische of ingrijpende gebeurtenissen gaan, of ook, ik hou ook van dancefeesten trouwens. Ja, die kracht van de verbeelding, ja, daar ben ik jaloers op, want mijn rapporten zijn vaak toch een stuk lastiger te verbeelden. Dus ik kijk met jaloezie naar jullie. Ja. Ik heb ooit meegemaakt, mijn uitgever kreeg ooit, je weet, een uitgeverij die krijgt elke dag 20 manuscripten binnen. En die gaan naar de junior redacteur. En als ze dan gaat het naar de redacteur en uiteindelijk naar de uitgever. Nou was mijn uitgever Joost Nijssen van Podium. Die was op een avond thuis op kantoor. En ik, weet je wat, laat me weer eens ouderwets zo'n stapeltje pakken. En die pakt het bovenste manuscript. Dat is echt gebeurd. En dat was het was een ambtenaar die had zijn leven beschreven. En Joost die gaat lezen. En die denkt, ah, dit kan je niet menen. Hij kan niet menen dat hij hier ook kans mee maakt. En hij was zo nieuwsgierig. Dat, weet je wat, ik ga die man bellen. Dus hij belt die man s'avonds op en zegt, meneer, u spreekt met Nijssen van uitgeverij Podium. Dus maar voor u te blij wordt, ik moet u teleurstellen, we gaan het niet uitgeven. Maar ik vroeg me af, wat u schrijft, ja, sorry dat ik u misschien beleef, maar wat u schrijft is zo verschrikkelijk saai. Waarop die man heel verbolken aan de telefoon zegt, ja, maar mijn leven was ook zo saai. Dus ik weet niet of dit de motivatie is, Jeroen, maar...
ook saai kan ontzettend hilarisch zijn. Dus ik heb enorm genoten van die reeks Het Bureau van Voskou. Ja. Oh ja. Dan lag ik echt s'avonds in bed gewoon te gniffelen in mezelf. Ja. Van zoveel herkenning en lol om saaiheid. Ja. Echt. Saai is ook leuk. Saai is sexy. Ja. Ik wil graag jullie weer horen. Mag dat? Ja, wij gaan het Erik Krikke en de Suets. Dames en heren, ik heb 14 jaar onder de wapenen gezeten. Dus u zou van mij verwachten dat ik redelijk goed kan omgaan met het opvolgen van orders. En enkele dagen geleden kreeg ik een draaiboek onder ogen. En daar stond heel groot in, geen toeters en bellen. Omdat het mijn laatste aflevering is. Ja, en toch, ik ben destijds nog opgekomen als een van de laatste der Mohikanen als zijnde dienstplichtige. Dus er zat toch wel iets rebels in. Dus ik heb dat naast me neergelegd en wij gaan het laatste nummer van ons vandaag gaan wij ten gehore brengen. En Bouke, deze is voor jou. Song al jaren. Dank jullie wel. Heel mooi vertolkt ook. Dank, dank. Goed mensen, we zijn aan het einde van deze show. Dus ik ga er even bij staan. Oh nee, sorry. Helemaal verslag. Frans, dat komt door dat lied. Dat komt door dat lied. Ik ben helemaal verslag. Dames en heren, we zijn bijna aan het einde van de show, maar dat kan nooit zonder onze columnist Frans Michelbreen. Het is jammer dat ik hem al klaar heb. Dory. Al seizoenen al mijn best gedaan en op het eind vergeerde je gewoon. Goedemiddag. Ik heb hem getiteld, we doen het anders.
voor vanmiddag. Beste mensen, het is zondag 19 februari. Er hangt weemoed in de lucht. Achterhoekers houden niet van tradities die verdwijnen. Vinden wij iets leuk, dan doen we jaar in jaar, jaar in jaar, tot de achterhoekers erbij neervallen. De laatste piment. Het gaat anders. Alles gaat anders. Met Petra van de radio, van het programma Spitsuur van BNR. Een geweldig, sensationeel programma. Politiek tot op het bord. Alleen, dat kunnen wij hier nooit ontvangen. Wij achterhoekers luisteren naar Duitse slagers. Volgens Tante Wauke hier dan, hè? We zijn ook gek van carnavalsmuziek. Het had maar even gescheeld of de hele zaal was in Polonaise gegaan door de RTL-disketten. Maar ook serieus, met boze tweets over GroenLinks van Oom Jeroen. Oom Jeroen is pissig op GroenLinks. Drie petten op in de stormstand. Ruig en ontwrichtend. Met miljarden credit voor Griekenland en debit voor Cuba en Argentinië. Kijk, dat soort dingen weer de penningmeester. Ik denk die oom Jeroen zou een goede penningmeester zijn voor onze carnavalsvereniging. En ik denk, laat oom Jeroen dan ook maar het bestuur van de carnavalsvereniging regelen. Want oom Jeroen zegt gewoon wie er wel en wie er niet in het bestuur mag. Nou, dat durven wij achterhoekers niet. Wij zitten jaren tegen dezelfde lul als voorzitter aan te kijken. En toen de kloof tussen de periferie en de stad. Want er zou vergrijzing zijn in gebieden zoals dit. En ik kijk de zaal in. Ik denk, waar meneer van de statistiek dat vandaan heeft. En ook een scheiding van hoogopgeleide en laagopgeleide. En ik kijk de zaal weer eens in. Ik denk, hier zit toch gemiddeld ULO en ambachtschool. En toen ging het over de Achterhoek en de problemen. Dat onze melkveehouders niet eens met de koeien kunnen bellen. En ZZP'ers in Meadow kunnen niet op LinkedIn. Dat gaat je toekomst. En Kluun is gevlucht uit Brabant. En terecht denk ik zo, Brabant. En Kluun wil ook nooit meer terug naar Tilburg. En dat slappen we hier met z'n allen heel goed. Wij gaan ook graag een dagje naar Amsterdam. Maar er is nog nooit ook maar één Achterhoeker een dagje naar Tilburg geweest. Echt niet. Never, nooit. Wat moet je in Tilburg? En volgens meneer van de statistiek moet deze regio weer naar school. En vooral de ZZP'ers. Ik denk dat klopt. Verleden week mijn wasmachine laten repareren door zo'n ZZP'er. Denk, doet het nog steeds niet. En deze regio moet de jongeren vasthouden. En ik kijk de zaal in en ik denk, welke jongeren? Ik zie hier geen leuk jong intiem stel dat in het jongerenhotel echt even met z'n tweeën wil vuiven. En dat het in Amsterdam zo geweldig zou zijn. Ik denk, nou. Je hebt dus souvenirwinkels en kaaswinkels. En souvenirwinkels en kaaswinkels. Friet en souvenirwinkels. Straten vol Airbnbs. Een kamerwoning kost dat net zoveel als een landhuis hier. Ik denk nog even. En Amsterdam trekt gillend weer deze kant op. Als je het hebt over hoogopgeleide en laagopgeleide, ja, wie is hier niet dom om daar te wonen? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat je zelfs in Tilburg nog beter af bent. En over de boze witte man, dat ben ik ook. Hoe vaak ik niet mijn tenen ergens tegenaan knal en dan een dansje door de woonkamer met op één been met de tenen in mijn mond. En dat maakt je niet uit of je hoog of laag opgeleid bent, dat doet gewoon zeer. Trouwens, over het wereldbeeld van jongeren kunnen we ons hier, hoeven we ons hier geen zorgen te maken. Wij hebben dus geen jongeren. En om 15:58 hadden we een scoop, het basisinkomen voor de uitzichtloze situatie en komen de tweets binnen. Orion wint de Vaderlandse volleybalbeker. Doesburg heeft nog steeds geen water. Ja, ja. Te Borg staat helaas met een rust met 2 in achter. En Klaassen is vandaag de held van Ajax. Something inside too strong. Soms gaat alles anders. Als je thuis komt van Afghanistan, dat het leven een hele andere kant op gaat met je. Want in Afghanistan is het vreselijk. Een hele zaal en de achterhoekers knikken. Daar is het echt een hel als ze horen dat er helemaal niets gedronken wordt. Erik, die grote stoere kerel van buiten en met elke dag de oorlog van binnen. Oorlogsbeelden waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. De warzone waar je tussen zit en bij je draagt, waar je niet uitkomt.
waar je maar mee moet dealen. Een hele zware rugzak waar je vanaf wilt. En Kluun heeft ook een rugzak. Tilburg. De leuke lul uit Tilburg. En Armin Dijsselboom uit Brussel, samen naar de dance, chillen in een huurhuis op Ibiza. Hier is het leuk, maar nooit met Vips. En de Achterhoek denkt, ja, dat is ook nooit. Wij in de Achterhoek heb ik geen Vips. Hier hebben we alleen Nico Schut als VIP. Dat is mijn neef. En op Ibiza kost een drankje 25 euro. 25 euro. En door de zaal gaat hoe. Dan kopen we hier een krat bier voor. Nee, geef ons de Duitse slagers maar. En toen nam de generaal het over. Een ode voor mevrouw Wouke. Terecht. Halleluja. We zijn er. Mevrouw Wouke, dit was het al. De laatste woorden. Piment is over enkele ogenblikken geschiedenis en dat doet zeer. We konden hier zo gezellig een petje neulen, een petje drammen en vooral met z'n allen lachen. Een mooie traditie gebroken. 17 pennen heb ik leeggeschreven en de vele, vele onleesbare vellen papier staan ter beschikking voor uw memoires. Een columnist meldt zich af voor trouwe dienst. Op naar nieuwe uitdagingen. En mevrouw Bouke, ik wens u een geweldige carrière. Talentvolle jongeren verlaten vaker de periferie. Om carrière te maken in de stad. En het zal me niet verbazen als u ooit nog eens een plekje vindt in de parlementaire journalistiek van Nederland. Ik denk dat u daar best een kansje zou kunnen maken, mevrouw Bouke. En nu met z'n allen naar de kantine van Geetje van Hals. Dames en heren, het was me een groot genoegen. Ik ben blij dat ik op het eind niet vergeten ben. En ik zal zeggen, dram! Heel snel aan de borrel, dat begrijp ik. Maar voor die tijd wil ik even nog een dankwoord uitspreken. Hier heel erg lief, dat is echt exemplarisch voor wat ik de laatste week heb meegemaakt. Defense heet het. Bedankt dat jullie Doetinchem in de Achterhoek op de kaart hebben gezet. Nou, dat gevoel hebben jullie denk ik allemaal. Ja. Maar ik wil vooral jullie allemaal bedanken. Een groot aantal van jullie kwam echt hier vanaf het eerste seizoen. Nou, veel stelden nog niet voor. We zochten nog naar de vorm. We waren nog niet bekend in de rest van het land. Alweer ergens een politiek cafeetje, het stik van de politieke cafés. Maar zo vanaf seizoen 3 begon het te lopen. Maar al die mensen die vanaf het eerste moment hier kwamen trouw zijn gebleven. Ik dank jullie. Ik dank jullie. En ik dank ook heel erg de mensen die... Oké, laatst zijn aangeschoven. Dat maakt niet uit. Ik ben heel erg blij dat jullie waardering zo... hebben laten merken. En dat ik van niemand van jullie op mijn laser heb gehad omdat ik stop. Ik heb heel veel reacties gehad. Terwijl ik vorige week een feestje had en Paul Leeuw tegen mij zei... Hoe kun je Amphion zo in de steek laten? En toen riep hij erachteraan, weet je wat, dan word ik wel de producer. Dat heb ik afgewimpeld. Dus zonder mijn publiek was het niks geworden. Zonder onze sponsors, mag ik de namen, was het ook niks geworden. Ook velen vanaf het eerste uur hebben Piment gesteund. Arriva, Bizard. Ik ga ze even vanaf het papiertje, als ze tegen mijn rug gaan te kijken. Ik heb ze nog niet uit mijn hoofd geleerd, erg hè. Arriva, Kaakgroep, Goma, Wikprint, Rabobank, waar ik prachtige bloemen van kreeg, ze konden niet bij zijn. Bizard, de bloemstukken waren altijd van Oldhuis Takken, deze trouwens ook. Ze zijn uitgebloed, die tulpen, symbolisch. En de wijn is van de Berendhaus groep. Ik dank ook heel erg West Audio, die al die jaren zo goed voor het geluid, echt professioneel binnen professioneel. Ik dank natuurlijk ook de mensen van Open Webcast, kunt u op terugkijken mensen straks, die hier de livestream zo goed hebben verzorgd. En nu wil ik daarvoor mijn hele team. Loes van der Meijs, jullie hebben meegekregen dat de waterleiding in een aantal gemeenten op 2 plaatsen lekt. Die mensen zitten vanaf gisteren al zonder water. Dus Loes als burgemeester van Doesburg moest naar een crisisberaad in Arnhem. Die is er helaas niet bij, ze is wel even geweest. Maar ik ga even mijn team opnoemen.
Dat zijn Els Bakker, Esther Ruse, Boudewijn de Boom, Tessa de Jong, Anneleen Doornenbos, Marcella Heerenveen, Peter Groeskamp, Peter Drent. Ik sla het op niemand over. Hè. Loes van der Meijs, die er even niet is. En de sponsoren had ik allemaal. Oh, en natuurlijk Theater van het Jaar, Amphion! Hey. De boeken van Erik en Kluun zijn zo meteen geweldig door boekhandel Rutgers uit Varsseveld verzorgd daar te koop. Ik weet niet, gaan jullie nog signeren ook, jongens? Zeker. Zeker, ze gaan ook nog signeren voor u. Dus koop vooral die boeken, dan hebben ze niet voor niks het hele pokkenend gereisd. Goed, fijn dat jullie er waren. En tot wie weet krijg ik nog wel eens een keer een slim idee. Maar even een jaartje niet. Dank. Ja. Dit is traditie, Wouke. Geen toets en bellen. Elk jaar, elk einde van het seizoen doen wij dit. En deze keer willen we ook Frans nog even bedanken. Want Frans heeft vandaag zijn 25ste column voorgelezen. Yes. En volgens mij hebben wij daar allemaal enorm van meegenoten hoe jij hier deze 25 columns, 17 pennen, zei je? Ja. Netjes gedaan, hè? Ja. En Wouke, ja, inderdaad, er mocht geen afscheid komen. Ik sta met de rug naar het publiek. Dus dat doen we ook niet, maar voor nu wel. En ik denk dat ik namens iedereen spreek allemaal dank voor alle bloed, zweet en tranen. Dankjewel. Een borrel drinken, want Amphion is wel ontzettend lief geweest om extra happen te verzorgen. Ja! Oh. Yeah!